Virtuele munten, reële risico's. De enige garantie in crypto is het risico. Deze podcast is bedoeld als entertainment en geen professioneel beleggings- of financieel advies. Bitcoin is een permissieloos veilig netwerk. Euro spaargeld is een garantie op koopkrachtverlies. Luisteren naar een podcast verbruikt elektriciteit. Welkom bij de Alles voor Bitcoin podcast. Even terug met de originele host, want we gaan vandaag een interview doen. Um, ik ga meteen met de deur in huis vallen, want we zijn uh, ja, op Twitter actief soms. En af en toe vraagt er iemand iets over bitcoin en taxatie, belastingen verder. Ik zelf heb daar geen kennis van. En de kennis die ik heb is ook maar second hand. Ik ben dat ook niet professioneel. Maar uh, mijn gast vandaag, die zich uh, meteen gaat voorstellen, kent daar hopelijk dan toch iets meer van. En we gaan gewoon de vraag even stellen. Welkom uh, Thomas Spaas. Bij uh, de Alles voor Bitcoin podcast. Ik zou you, zitten, stel you. u even zelf voor. Ja, zeker. Um, en, en met al die uh, disclaimers die jij al hebt uh, vernoemd, ga ik er ook in doen. Hè? Dus ik zou er toch iets meer van moeten weten. Dat is ook mijn beroep. Hè? Mm -hmm. uh, maar natuurlijk, uh, dat is geen juridisch advies. Elk dossier is anders. Dus als je meer vragen hebt, ga het naar mij of naar iemand anders. Uh, <laughs> ik ga in deze podcast zo de goed mogelijk mijn best doen mm -hmm. om op alle vragen te antwoorden. En uh, dan kan u zelf maar zien wat er verder mee moet gebeuren. Uh, om mezelf even voor te stellen: Thomas Spaas, um, 43 nu, nu al, dus dat is de oude mens. Um, ook uh, Bitcoin-veteraan, denk dat ik ongeveer 10 jaar geleden. Dan kunnen we het misschien. Uh, meteen wat we beter over hebben voor het eerst van hoorden. Mm -hmm. Ik was toen uh, advocaat uh, gespecialiseerde fiscaliteit bij meerdere grote kantoren. Op dat moment was er niet veel, waren er niet veel mensen die, die echt in die bitcoin geloofden. We kennen het wel. Uh, en dan heb ik op een bepaald moment beslist uh, om uh, alleen te gaan met solo praktijk uh, sinds 2016 denk ik. Uh, ik had in het begin verwacht dat dat um, ja, vooral klassieke fiscaliteit ging zijn. En misschien 20, 25 procent crypto in het eerste jaar in mijn stoutste dromen. Maar al na een paar maanden was dat volledig uh, omgedraaid, eigenlijk, die mm. verhouding. En dus vandaag doe ik nog altijd klassieke fiscaliteit... Um, want de vragen die ook rond bitcoin zijn, zijn eigenlijk heel klassiek. Er is eigenlijk weinig nieuws in de wet, toch? Hè? Mm -hmm. um, en doe ik nog, uh, nog altijd 20-25% uh, ja, echt dossiers die, die niks met crypto uh, te maken hebben. Ik probeer, uh, ik, ben, uh, ik heb verschillende soorten advocaten. Ik ben de reden die liefst zo weinig mogelijk naar de rechtbank gaat omdat, uh, zeker in België, en we zien het ook recent, we zien het elke dag, hè, vind ik rechtbanken iets uh, nogal, nogal onvoorspelbaar. Hè. Mm -hmm. En ik probeer dus ten eerste problemen te vermijden door op tijd advies te geven. Uh, en dan als het echt moet, en er zijn discussies met de fiscus, probeer ik dat administratief af te handelen. En als het echt moet, 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 dan kunnen we nog naar de rechtbank, maar dat is natuurlijk de, de slechtste optie. Hè. Mm -hmm. um, dat advies dat ik geef, dat, gaat, dat is voor particulieren die vragen hebben rond hun persoonlijke belastingssituatie. Maar ik help ook start-ups en ik help soms ook gevestigde bedrijven Um, die uh, door consultants overspoeld worden: blockchain, bitcoin en andere. Maar die vragen mij dan ook, hè, mijn, mijn mening, als mevrouw, als, als hond in het kegelspel, om eventjes te zeggen: van wat is er nu van aan, wat is er nu nodig en niet nodig? Maar dus een heel groot, groot stuk van, van mijn praktijk vandaag gaat over. Um, ja, de fiscale vragen die, die, die individuele bitcoinbezitters hebben. Mm -hmm. uh, we kunnen misschien zo biedt ook kort ingaan ja. op, op de vragen. We zijn hier onder entreprenaren, dus af en toe mag zo'n woord als biedt wel, uh, wel gebruikt worden. We kunnen zo ook ingaan op, uh, op eventueel vragen in de vennootschapsbelasting en dergelijke. Ik doe dat onder uh, meerdere brands. Um, Consista.com was de oude brand, de nieuwe brand Het is interlinked. En misschien komt er vanaf januari nog een nieuwe brand, maar de meeste mensen vinden me... Uh, door op Thomas Paes te, te, te googelen of me via Twitter te vinden. Uh, en dan zeggen mm -hmm. mensen, we zijn het niet eens met al uw tweets. En dan zeg ik, ja, maar ik ook niet. In die zin dat ik soms iets tweet, dat ik de dag erop denk van, oh, misschien had het iets, 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 iets kalmer gemogen of toch wat anders. Of weet ik wat. Komt niet vaak voor maar toch. Uh, in ieder geval, dus wie mij nodig heeft, weet me zeker te vinden. En uh, ja, over de jaren heen heb ik uh, verschillende klanten geholpen. Ik denk nu toch al wel ja, op enkele honderden misschien al. Dus dat is toch oh, niet ja. slecht. Uh, mm -hmm. En de meeste, mijn grote uh, 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 tevredenheid, uh, kan, ik, kan ik gelukkig ook wel zeggen. Uh, en als het misloopt, de dingen, dan kunnen we misschien straks ook even op ingaan. Eh, uh, dat is misschien wel interessant, niet leuk, eh, maar kunnen we ook eens even zeggen van, uh, wanneer we op het fout of, of waar we moeten voor oppassen. Dat is een beetje uh, allez, een algemene intro uh, okay. tot mezelf. Cool, um, bedankt voor deze intro. Want uh, dan hebben de mensen toch een beetje uh, een beeld van met wie ik hier uh, praat. Uh, ja. Ja, deel ook die links uh, zeker, want dan zet ik die mee in de show notes, ja, ja, zodat ja. mensen dat uh, ook kunnen terugvinden en niet moeten gokken van uh, waar kom ik nu terecht. Um, dat, uh, het, ja, die fiscaliteit in het algemeen. Het probleem met een Bitcoin-podcast die ik heb, um, is soms dat ik daar vragen over krijg. Maar voor ik daar eigenlijk uh, even op in wil gaan, uh, wil ik u toch de algemene vraag stellen. Die ik aan iedere gast op deze podcast stel. En dat is: Hoe bent u een Bitcoiner geworden? Dat is soms wel, wel interessant. Wel, wel, wel. Um, dus ik ben uh, advocaat geworden. Uh, eigenlijk, vlak voor de, de eerste grote financiële crisis crisisuitbraak, misschien is die zelfs nog niet over. Mm -hmm. Dat was zo, uh, denk ik, in 2005, ingeschreven aan de balie, 2006. Uh, Tibbers Advocaat, tussen WTU, uh, een grote naam is in de fiscaliteit. Mm -hmm. En uh, niet iedereen mag daar beginnen. Ik ben wel vereerd. <laughs> nog, altijd, ook altijd, nog altijd een heel goede uh, uh, verhouding mee met die, met die medewerkers. Um, en, en dan, begon, ja, dan kwam die, 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 die financiële crisis op natuurlijk. Uh, dat was vooral voor advocaten goed nieuws, denk ik. Hè? Uh, ik denk uh, dat maar we dus daar gezegd... inderdaad een paar. Uh, ja, ja. Uh, Je ja. feelings over hadden. Ja, inderdaad, inderdaad. Dus uh, toen heeft men ook. Die bailout. Dus dat is het verhaal van Bitcoin uh -huh. zelf natuurlijk. Maar op dat moment, ik zal eerlijk zijn, ik had nog niet van, van Bitcoin gehoord uh, ten tijde van de Genesis-blok. Dat zal ik u eerlijk zeggen. Ehm. Um, en wat er toen verder gebeurde was dat, uh, ja, dat zal 2012 geweest zijn, en ik denk mijn oudste tweet, je kunt er nagaan, zo, 12 of 13, ik wil er vanaf zijn. Hè, mm -hmm. uh, dat ik iets zeg van: Bitcoin is het nog niet, maar dat wordt het misschien wel. Hè, uh, uh, ja, ook over de verhouding met altcoins. Uh, uh, zo, misschien nog even op straks, of niet. Mm -hmm. maar, uh, maar, maar goed, ik denk dat ik er toen, toen, um, toen, toen meer mee vertrouwd geraakte. En dan, uh, ja, mijn eerste insteek was fiscaal. Dus uh, om duidelijk te zijn, ik ben een fiscalist in de moderne generatie. Ik ben geen fiscalist van de jaren 80, 90, met alle mm -hmm. respect waarvan velen zo waren van nee je vindt ze nog hoor, dan steek je geld in Panama of steek het in Hongkong en dan heb je hebt geen belastingproblemen. Dat is natuurlijk uh, onzin, zoals veel elk jaar ontdekken. Eh? Dus als, als er zo'n oplossing van al je creditcard boven, je hebt een Hongkong-compagnie en jieha, ja ja, mm -hmm. <laughs> dat werkt helaas ja, dat klinkt ook vrij ethisch. <laughs> dat, klinkt, dat klinkt, ja, voilà, ethisch. Ja, voilà, maar ja. Bon. Uh, ik, uh, ik, ik, ja, dat is toch een ding. Hè? Hoe kijk je naar het beroep? Dat is das, das misschien een podcast apart. Mm -hmm. uh, hoe kijk ik naar mijn beroep? Maar goed, um, uh, toen werd bitcoin, dat werd zo al uh, een eh, mainstream media weer direct in paniek, dus, uh, De nieuwe offshore, bitcoin is de nieuwe offshore rekening. Ondertussen ja. ja, okay. weten we dat dat niet zo is, uiteraard. Hè? Uh, en ik kon dat toen al, uh, had ik dat al wel begrepen, hè? maar dat was wel de trigger om, om te gaan kijken: van wat is dit, wat kan je ermee doen? En dan, zoals bij zoveel, je geraakt in een, in, een, in, een, in een periode dat nog niet veel mensen ermee bezig zijn, geraakt totaal geobsedeerd. Uh, yep. Dus ik las er dag en nacht inbar. Over. <laughs> en, en, toen, en toen ik het las, want, want velen zeggen dan achteraf: van ja, dat was toch een grote gok, Bitcoin. Ja, misschien wel, misschien niet, maar dat voelde zo niet aan. Dat is mm -hmm. gewoon van nadenken. En ja, als het inderdaad allemaal zo werkt, ja, dan moet dit wel, wel ooit iets, iets worden. Hè? Mm -hmm. en, en dat voelde niet aan als, als, een, als een gok. Um, wat dat wel bij veel. Enfin, ieder zijn, zijn motivatie, ieder, ja. ieder zijn achtergrond, ieder zijn voorgeschiedenis. Uh, velen zullen zeggen dat hun eerste kennismaking met Bitcoin wel een gok was, hè? die goed ja. of slecht kan uitgedraaid zijn. Maar dat was bij mij zat, was de van nee, ik dacht van, van, van dit gaat wat worden. In die tijd was Bitcoin nog, uh, nog heel, heel, uh, heel klein. Ik, ik voel me nu dus zo'n beetje eigenlijk um, Giorgio een, van dat nummer van Daft Punk. Van, in in, in die tijd was... Um Enfin, daar kunnen we ja, nog op terugkomen. Nee, nee. ja, maar... De, de, de oertijd ja. van, van Bitcoin. In die tijd was Bitcoin nog heel klein. En mm -hmm. dan heb ik overleefd als DJ door... Uh, nee, dus... Dan hebben we samen met andere bitcoin enthousiasten Dat was toen ook nog heel... Uh, ja, uh, Belgische scene was vrij beperkt. Of misschien mm -hmm. typisch Belgisch, zo meer in de kelder. Hè. Yep. Maar toen hebben ja. we een tijd... En, toen was uh, ik was er, ik echt er niks... daar ook nog wel van. En dat was inderdaad nogal ja, ja, klein in ja. Hush, hush, alle soorten bitch, mensen right? ja ja alle soorten mensen en in die tijd was er echt nog sprake van bitcoin verbieden hè? en um, ja omdat we dat absoluut niet wilden hebben we toen beslist om een, een bitcoin vc2 op te richten de belgische bitcoin association vc2 die bestaan nu niet meer mm -hmm. um, er Uder heeft nog veel last van, uit de community, van waarom België... Het is gegaan, België, Flemish, uh, het maakt uh. me niet uit, maar het toen niet nodig, dat werkte. En dat is toen België geworden, en daar zit ik dan ook niks mee En oké, okay, er zijn mensen, weer met hun eigen... Uh, invalshoek die vinden dat er Flemish moet staan of helemaal niks moet staan, alle respect voor maar dat was wat we toen nodig hadden en dat werkte en dan zijn we nog bij de, bij de minister van Financiën geweest, Alleen we kregen hem zelf niet te zien, we waren niet belangrijk genoeg natuurlijk uh, maar wel op het kabinet daar hè, van, van toen was dat Koen Geens we zijn uh, goeiendag gaan zeggen bij de Nationale Bank en we zijn dan goeie dag gaan zeggen aan de FSMA Waarop de FSMA twee weken later bij monden van zijn voorzitter zegt: uh, Die bitcoiners zijn er nog nooit langs geweest. Arrogante mensen die nooit hun kop laten zien. Uh, ja, dan kan ja. een beetje wel door. Een... Enfin, ik, ik wist beperend. het ervoor al. Maar, maar, maar alleen, de, de, alleen, die, die wereld is uh, eeuwig. Maar, maar goed, hè, soms, moeten we ja. ermee, soms moeten we ermee aan. En misschien was, uh, ik, wil, ik wil geen zwaar woord in die in de mond nemen. Misschien was de voorzitter van de FSM maar verkeerd geïnformeerd, whatever. Uh, maar ja, bon. Dus dat was een, een beetje context. Iemand die verkeerd geïnformeerd is bij de overheid. <laughs> ja, ja, hoe kan dat, hè? En, en dus toen... Uh, en, en dus, maar oké, okay, goed. Het werd niet verboden. Allee, nu weet ik niet. Achteraf beschouwd kun je dat zeggen, dat was nooit realistisch, die dreiging. Maar toen leek dat heel echt uh, dat het nog klein en kwetsbaar was. Dus vond ik dat we daar een goede ding hebben gedaan. Nou, ik Dan daar wel, als ik even mag onderwegen. Ik volg dat wel. Uh, Pre-2015 kon je eigenlijk Bitcoin, als het echt ja. moest, nog verbieden. Ja, en onmogelijk maken. Ja. Hè? Misschien een, 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 een attack uitvoeren, weet ik het. met um, um, voldoende hashkracht, Maar ja, dus uh, ik denk ook niet, ik denk daarom ook dat, dat zoiets als bitcoin, exact zoals bitcoin, gaan we niet snel zien. En dat overheden zijn nu meer beducht. Uh, en vooral de belangengroepen achter die overheden, niet te vergeten. Hè? Um, ik druk mij. <laughs> mijn tweets valt mm -hmm. uit, maar je hebt toch iets genuanceerder. Hey, uh, ik ben geen anarchist, ik ben een minarchist. Hey. Ik krijg zo min mogelijk regels, maar ja. niet nul. Uh, dat is een beetje mijn visie. Maar goed, um, en zeker rond... Ah ja, om, om ineens dat uit te weg te Ik vind dat er rond consumentenbescherming specifiek Echt nog veel gedaan kan worden, want dat is nu iets dat we in deze leuke podcast waarschijnlijk niet gaan aanraken. Maar ik nog elke dag bellen met mensen omdat ze zijn opgelicht, omdat ja. ze niet bestaande bitcoins hebben gekocht. En dat is erg, dat is dat niet is goed. Dat is super erg. Ja. En, en dat is, en, dat en, is voor iedereen en, uh, verloren, behalve voor die scammers. Uh, ja, ja. En daar werpt een smet. Dat, dat is niet eerlijk dat, dat ons bitcoiners wordt aangevreven, maar ja, ja. je zit er toch maar mee. Hè? Ja. Dus dat is heel, heel kort toch iets. Doe maar, over doe maar, doe maar, die, het is uw um... podcast. <laughs> nee, het, 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 het scammen in het algemeen. Ik heb dat al een paar keren aangehaald. Dat is niet alleen een bliksemafleider. Dat, doet, dat is pure roofbouw. Ja. Consumentenbescherming vind ik ook superbelangrijk. Maar dat begint bij mij met educatie, informatie die correct is. Absoluut. Het kan Absoluut. niet zijn dat je hier in de media 15 jaar bij wijze van spreken um, honderden slechte berichten en alleen de tegenstanders antwoord krijgt. Inderdaad. Zonder uitleg, zonder hoe werkt dit nu eigenlijk. Ja, echt. exact. En vast zijn van oei, maar mensen worden ja. opgelicht. Tja, je ja. informeert hen ook niet. Ja, dus als ja, ja bitcoin-clown-world hmm. uh, afkomt, dan denk je die, oh, dat zal dan wel de nichte zijn, ik koop daarop. Ja, ja, hij hij wil, ja. Nee, ik, kan helemaal, ik kan helemaal akkoord, ik kan ook even, het is gewoon, uh, allee, de schandalige omstandigheden mm -hmm. waarin de, een spaarblokje brengt niks meer op, Maar een Belg kent niks anders, dus dan wordt hem zo gedumpt, hè, op, de, op de markt, dan kan hem ofwel veel via zijn bank gaan, en ik uh, ken een beetje een mening over uh, <laughs> dat, dat er daar in banken wordt aangeboden, als, als veilige producten, en, oh, ja. en, en wat voor het die aanrekenen, en dergelijke, Um, of hij komt daar terecht, in het beste geval dan nog. En dan, mm -hmm. en dan komen er natuurlijk in situaties. Allee, we wijden uit, maar dat is niet redelijk, denk ik. Hè. Dan komen er komt nee, natuurlijk in situaties terecht. Ik die discussie rond de staatsbond, waarin dat je dan. Ik dat ik vol goede moed om mensen uit te leggen van ja, dat is misschien niet het meest rendabele ooit, maar de mensen reageren heel boos. Ja, en ik, ik begrijp die woede. Me, ik begrijp ja. die woede in een wereld waarin dat ze gewoon geen, geen alternatieven hebben. Of veilige alternatieven. Ze weten dat er iets beter is, maar ze kunnen er niet aan. En dan gaan ze naar die staatsbond en dan zijn ze natuurlijk heel boos als je begint te zeggen: van ja, dat is misschien toch niet het van het. Uh, ja, dat zijn allemaal van die trieste omstandigheden. Maar of vang ik ook eenmaal akkoord um, dat um, educatie, maar niet, maar ik zou het dan. Ik zou het, alleen, dat is gewoon een kwestie van aanpak. Hè? Ik ben tegen, en dat is ook wel duidelijk via Twitter, denk ik, tegen boodschappen in, in, in de, door de strotruimen van de mensen. Hè? Ja. En ik denk dat je moet zeggen van, kijk, deze zijn algemene financiële principes, en dan op het einde, subtiel, kunnen we nog iets laten vallen over bitcoin. Ik denk vaak dat dat veel effectiever is dan, uh, dan direct, um, uh, ja, ze, ze, ze naar de bitcoin leiden en dit en dat. Want mm -hmm. ik heb graag dat als mensen daarmee bezig zijn, dat het een bewuste keuze is en zeggen van, ja... Ik, ik zeg zelfs op momenten van hype, van, uh, ik raad het zelfs af, want ik weet mm -hmm. dat heel goed, op momenten dat in de belangstelling staat, kunnen alles tegen de mensen zeggen, ze gaan er toch in investeren. Maar als je het toch doet, hè, Doe het dan op die manier en niet op die manier. gaan niet met scammers inzetten enzovoort. Dus het is, bijna, het is bijna eerder ontraden dan aanraden. Uh, omdat ik... Uh, ja, in, als het gaat over hoe je met mensen moet omgaan of met grote groepen spreken, ik ben anti-dwang, ik ben anti-hype en, en anti-dingen van, kijk, dit is het, dit is de wereld. En, en trek je eigen conclusies, dat heb ik het liefste. Wat ook mm -hmm. betekent dat die, die aanpak, dat ben ik me bewust van, is niet voor iedereen geschikt. Sommige mensen willen aan het handje gehouden worden. En, en, misschien, en, en, en veel bitcoiners hebben ze misschien al in, in familie en omgeving gevraagd. Dat is nog zo'n juridisch-fiscaal hè. Kun, jij kent er wel wat van, kun jij het niet voor mij beleggen? Ja, dat dat roept ook ja. van die vragen op. Dus ja, dat is een beetje ja, de menselijke manier waarop, waarop ik er naar kijk, en, 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 uh, en voilà. Dus, uh, mm -hmm. Dat was het hoofdstukje, consumentenbescherming. Ja, um, ja ik, ben, ik ben daar uh, ja, eigenlijk helemaal mee eens. Uh, ik, ik ben dan eerder ook uh, van de mening die educatie kan in allerlei vormen, de pers heeft daar bijvoorbeeld een, uh, een stukje van hun verantwoordelijkheid. Het is niet dat zij uh, bitcoin van naaldje tot raadje moeten gaan uitleggen, maar als je 15 jaar niet doe. ja, dat is misschien een andere kant van het verhaal. Um, ja. Dus, allee, we zitten hier in, in België denk ik toch op, in een zeer uitzonderlijke situatie. Ik denk dat de, er maar een paar landen op dat uh, laag niveau zitten qua... Uh, ja, omdat die, die spaarboekjes, dat is nog dat is de overgang van, de, van heel die spaarboekjescultuur. Ja, is... Je kon een spaarboekje hebben als je een slimmerik was en dan de couponnetjes in, couponnetjes in, Luxemburg. in Luxemburg. en dan ging je met een trein. Ja. <laughs> Toen reed de trein ja. nog. In die uh, <laughs> tot... Ik ken er zo is... ook nog in de familie die dat ja. uh, letterlijk tot, uh, tot ze ja, op ja. hebben gedaan. En uh, ja, couponnetjes knippen, dat, uh, dat was de... Uh... Ja, ja dat, was, dat was de max. En, en, maar, heeft, maar pas op, dat heeft jarenlang goed gewerkt. je kunt ermee lachen, je kunt ermee dingen, want dat heeft jarenlang gewerkt in een bepaalde omgeving. Maar ja, die omgeving is er nu niet meer. Hè. Nee. En bovendien zijn we ook anders gaan kijken, hè, naar, naar couponnetjes knippen in, uh, in Luxemburg. Hè. Dat was toen uh, getolereerd, gesponsord, aangemoedigd echt. Ik kan je niet meer voorstellen hè, dat, 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 men, dat, men, dat, men, dat men mensen op die een trein duwt. Uh, maar uh, ja, trein duwen, ja. misschien uit uh, foute uitdrukking, maar oh, <laughs> mm -hmm. nee, ze stapten er heel vrijwillig ze stapten, op. Ze stapten naar de Ries de Ries er vrijwillig in Druk, op ja. in dit geval. Hey, voilà, ze werden een beetje anders anders dus yield. <laughs> Ja, nee, inderdaad. Het is ook inderdaad. zo dat er meer en meer risico moet genomen worden door gewone beleggers om nog. Ja, inderdaad. Er geen tekening bij maken, dat brengt zo goed als niks meer op. Of toch nee, zeker niet nee, dat de nee, mensen het willen. Um, en dan heb je de staatsbond, dat is zo een klein stepje omhoog. Want inderdaad, je hebt dan iets meer yield, zullen we dat ja, maar zeggen. Ja, ja. Maar ja, we weten dat vooral, we gaan daar niet te diep op ingaan. Uh, nee, die, die, en we weten we niet wie je yield moet betalen. Dan voilà. <laughs> dus dat is dan de maatschappij, betaalt ja. u 2,8% ja. en dan mag je super blij zijn. Maar ja. dan heb je natuurlijk ja, uh, aandelen, ITF, stakje uh, 21%, ja. en noem het maar op. Maar ja. in dat kluwen, hè, de mensen moeten daar tijd in steken zelf, als ja. ze er iets over willen leren kennen. Ja. En dan is er zo dat zwarte schaap in heel het uh, in, in informatiewereldje, zal ik maar zeggen, de, uh, over financiën, dat is dan bitcoin. En dan ja, is er ja, ja. altijd de bitcoin dit en de bitcoin dat. Ja, dan dan ja, weet ja. je al, als mensen zo beginnen, dat dat ja. niet altijd je dat is. Maar het, het echte probleem is wel van, oké, okay, iemand wil bitcoin kopen, <clears throat> en ze gaan dan... Ten raden, meestal in hun omgeving, vrienden, familie. Ja. Ze kennen altijd wel een of ander verloren gelopen it die daar dan mee bezig is. Ja. En ja, uh, kunnen we investeren in Bitcoin via u of weet jij hoe dat je dat moet doen? Ja. En, ja, en ja. dan begint het, dan, dan komen ze waarschijnlijk bij een exchange terecht, als ze al niet ja. bij scammers terechtkomen, natuurlijk. Ja. Zo van die mensen die uh, u, uh, voor u uw 24 woorden gaan ja, schrijven ja. ja, 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 absoluut. En, uh, absoluut. Dus uh, dat soort uh, gedoe is dan niet niet zo tof, maar uh, uh, als ze al bij een legit exchange komen, kan ga nu geen namen noemen, want anders lijkt het mm. gesponsord, uh, er zijn er wel een paar grote, waar ja. die mensen dan iets gaan kopen, ja, en dan is het tweede probleem, self-custody, ah ja, ja, het staat daar op die exchange, en poef, exchange ja, ja, ja. is uh, gedaan, op een ja. dag, en ja, die bitcoins, dat is toch allemaal op lichte reis, hè? Ja, ja, nee, was die een Exchange? Uh, we hebben hier recent. Ah, wel, uh... maar, maar, ja, nee, absoluut. Maar er ligt daar ook nog. Allee, ik, uh, ik ben ook uh, eerder pro-vrije markt, maar dan een echt vrije markt. Geen, mm -hmm. geen monopolie- of kartelmarkt. Eh? Um, daar liggen daar nog echt grote, allee, grote kansen voor bedrijven om dat uh, gebruiksvriendelijker naar de mensen te gaan. En het is heel jammer dat uh, die scammers in het begin. Um, allee ja, hij was een scammers. Eh? Als je een hardware wallet maakt en je, je mm -hmm. zorgt niet voor de security. Uh, we gaan ook geen namen noemen, want ja, ja. <laughs> anders denken we... Hey, maar je van die hardware-wallet-fabrikanten die, die er niks aan bakken. Eh? Uh, ik weet niet hoe of wat, maar ik ben... De, uh, allee, voor zover ik hardware-wallets gebruik of aanbeveel, uh, heb ik daar gelukkig nooit mee te maken gehad. En Dat is iets wel, als je zo lang in een business zit, mm -hmm. waar je wel uh, de neus uh, voor ontwikkelt. Ja. Eh? Uh, maar voor heel mensen is dat blijkbaar heel, heel moeilijk. En... Ik ben ook niet onkwetsbaar in de zin... Op een dag gaat er ook wel een scam voor mij uh, bestaan die perfect is. Tot nu toe altijd de dans ontsprongen. En ik neem ook alle maatregelen. Want, want privacy, GDPR en beveiliging van klantgegevens zijn natuurlijk superbelangrijk. Hè. Mm -hmm. maar, uh, maar, uh, maar ja, hè, op, op een dag gebeurt het. Dus ja, uh, maar ja, weer alles al... Alles is in principe het, hackable. Of voilà, of voilà maar zo was het... Zo, zo was het ik het, het het denk dat bitcoiners nog een streepje voor hebben op, op de rest. Hè. België, misschien in die zin van dat we heel goed snappen dat het niet van de overheid gekomen, die die mm -hmm. oplossingen. Net zoals de financiële educatie uit onszelf moet komen. Denk ik dat die oplossingen ook van onszelf moeten komen? Want uh, Nee, een, 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 een staatsgarantie of, of een staatsbitcoin. Nee, eh, Godverhoeden ja. ons ja. wat dat wordt. De staatsbitcoin garantie. Dat is ja, 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 ja. Maar, maar dus die. Dus die... Geven ons hun ja. private keys en wij zorgen voor de rest. Ja, ja, ja. Maar ik zie dat ze het nog doen. En ik ja. zie dan ook mensen erop ingaan en dan kwaad worden als ze zeggen dat het niet het beste idee is. ja. Allee, ja. Dus, de, dus, de, dus de, 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 de. Nee, het gaat, gaat van onszelf moeten komen. Maar mm -hmm. dat, is iets ook dat, dat is ook een hele belangrijke. Dus we. We, het is een trustless netwerk, bitcoin enzovoort enzoverder, maar dat klopt niet helemaal. Hè. Er is een kwestie van heel veel vertrouwen eigenlijk in de community. Er is een, er is een web of trust hè, voor een groot mm -hmm. stuk. Uh, en dat is iets dat ik wel heb bijgeleerd, denk ik, in, in, in al die jaren. Hè. Als je mij op mijn twintiger jaren wordt tegenkomen, was ik echt hardcore. Um, uh, liberaal, libertair noemen ze dat nu zelfs. Hè. Ja, ja. En, 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 uh, ik heb niemand nodig en ken alles wel zelf. En misschien is dat met ouder worden, of misschien is dat door kinderen te krijgen, ik weet niet. Ik weet niet wat het is, hè. maar het belang van, van community, van een community, is echt wel superbelangrijk. Ik denk dat heel veel bitcoin-enthousiastelingen elke dag... Um, gelukkig uh, gratis dingen doen die, mm -hmm. die niet onmiddellijk een return opleveren, financieel of, of dergelijke, maar die wel de community ten te, te goede komen en zo, en zo indirect wel. En dat is iets ja. fantastisch, dat moeten we de houden, dat is de enige manier. Community building is heel belangrijk. Uh, dat ja. is nu net iets, daar kom ik even op in, waar bepaalde altcoins uh, zeer goed in zijn, die bouwen dan heel ja. snel een community uit. Ja, ja natuurlijk omdat er gratis geld ergens te rapen valt in tokens Ook, en wat ja ja voor, uh, maar zeer. dat is niet genoeg dat is, nee, niet, dat genoeg. is niet genoeg dat enkel dan, dat was dan ja, was bitcoin ja, er nou, nooit geraakt klopt maar uh, uh, wat ik heel belangrijk vind binnen de bitcoin space is die circulaire economie slash Community uitbouwen. Ja. En dat kan ook alleen maar als je niet continu zit uh, ja, te, te hunkeren naar veel inkomsten en wanneer nee. dus, landbouw. Uh, het stimuleert lange ja. termijn, denk je. Dat en dan, dan ga zo. je inderdaad ook uh, educatie geven, uh, bijvoorbeeld dit project uh, Alles voor Bitcoin is zo ontstaan. Van oké, okay, uh, het was eigenlijk één artikel over een uh, bepaalde politica van de NVA, uh, Sita Kanko. Uh, uh, die ah, ja. zo razend maakte, toen ik dat las, dat ik dacht van is er nu niemand die hier een kentering geeft, die hier een tegen. Ja, dat is een nee. heel straf dossier ja. natuurlijk. Hè, waarbij de NVa va een ja. meerderheid heeft geleverd samen met de communisten. Ja. Waarbij de mevrouw Kanko um, oh, uh, nee, gewoon de gestemd, talking points ja. van het FATF zit, uh, zit af te lezen. En je kunt heel veel kritiek. Er is iemand die. Uh, kijk, je hebt alle soorten mensen. Want je hebt in Nederland. Uh, en die is ook op Twitter: Simon Lelyveld. Mm -hmm. um, die ik volg, die niet veel mensen kennen, Simon Lelyveld, Maar die heeft. Uh, ik kan niet akkoord weer al, hè? dat moet dan altijd mm -hmm. zeggen. Ik kan niet akkoord met al zijn tweets. Hè? <laughs> dat, moet, dat moet in deze tijden. Dat, moet, dat, dat, moet, er is... ja, dat moet er altijd bij gezegd worden. Ik kan niet akkoord met al zijn tweets, maar die heeft wel heel interessante dingen te zeggen over uh, het FATF. Wat dat is, wat dat niet is, dat dat een totaal onverkozen orgaan is. Mm -hmm. hè? En dat is weer een zoveelste, Allee, het is niet alleen op Bitcoin-gebied, het is ook op, op klimaatgebied en dergelijke, waarbij dus zo een onaansprakelijk. Uh, Cloud, ergens. Hè? De, en als ze het hebben over het WEF, die weten tenminste nog zitten, maar dit gaat over, dit ja. gaat over mensen, die, van wie zit daar, waarom. Ja, dat zijn eigenlijk gewoon um, uh, belastingautoriteiten en, en anti witwasautoriteiten die hun verlanglijstje uh, in een internationaal lichaam uh, bespreken, die FATF, mm -hmm. die er daarmee terug nederdalen, alsof dat komt van, van, van de, uit de hemel gevallen of zo. En dan zeggen dan politici wat dat ze ermee moeten doen. En dan hebben we nog het verder spelletje, waarbij dat dan, dan wordt er een top samengeroepen, de G7 of dergelijke, mm -hmm. waarbij Amerika vaak het voortouw nou neemt van uh, het is gedaan met de Bitcoin en we gaan van alles doen. Europese landen braaf knikken, dat implementeren en Amerika vervolgens niks doet. En dan zegt, haha, goed, goed gefopt. Ja, hè? Hebben jullie Want weer jullie hebben nu eigen industrie weer compleet uh, uh, oncompetitief gemaakt. En wij, ja, ja, we hebben wel van alles beloofd. Maar ja, hè, we zitten met blauwe staten, rode staten en geverstaten. Het is dus niet zo simpel voor ons om een meerderheid te vinden. Uh, en, en, en dat is het spel dat, uh, dat momenteel wordt gespeeld. En uh, ja, wat er bij kanker speelt, dat weet ik niet. Ik denk uh, uh, on onwetendheid, naïviteit, ik weet het niet. Ja, uh, er zijn toch mensen idee. in de NVA-fractie daar met, met misschien meer kennis en zaken, maar die is dan ook niet bepaald bekend uh, als grote bitcoin -fanaaten. Dus er is, is daar iets. Om ja, dat um, en, even te en... kaderen, Allee, ik zag dat dan gebeuren, en ik dacht echt van hier moet toch iemand een tegenstem kunnen geven, een andere ja. opinie op zijn minst. Ja, Ingevat. ja, ja. Nee, dat en is en, dat is en het hallucinante de was? was <laughs> dat gebeurt gebeurt ja, niet. Van, oh, nee. Nee gestemd. En dan zie je daar nee. die beroemde foto van Asitakanko, Paul Tang en die twee uh, ja, communisten, zal ik, ja. ik maar uh, zeggen. Uh, Eén uit Portugal en één uit Spanje, dacht ik. Ja. En, uh, die, die, die poseren alsof ze iets heel cool hebben gedaan. En dat ja. is eigenlijk voor 450 miljoen mensen in Europa de fintech-industrie in niks Ja, inderdaad. inderdaad en en dat denk, gebeurt echt uh, ons. De, wel, wel heel, mijn, heel We volgen elkaar op Twitter, dus mm. je weet dat heel mijn, mijn Twitter-account is, is exact het soort aanklagen van, 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 van dat soort toestanden. Nu... Uh, hoe ermee omgaan... Kijk, uh, je moet altijd vermijden... Vind... Kijk, dus als er, als er meerdere manieren zijn om te bewijzen dat iets fout loopt, en je kunt op meerdere manieren bewijzen, gewoon door te zeggen van, kijk, het loopt fout om die redenen, en het loopt fout om die redenen want er is een complot, hè, om het ineens mm -hmm. te zeggen, dan zie ik altijd... Zelfs al is dat waar van dat complot, want complotten bestaan, laten we het niet aan zijn, complotten zijn er zeker. Elke dag worden er complotten gezeten. Maar als je het kunt zonder complot, laat het dan gewoon zien. Zonder ja. complot, dus het feit op zich al dat de N-VA... Uh, die, die toch niet echt fans zijn van de communisten, samenstemt met de communisten. En als je het hebt over tegenstemmen, die waren er. Mm -hmm. Alleen de N-VA beslist ineens om, om, om de communisten te gaan depaneren. Ja. Dan, dan is daar reden genoeg, vind ik, om, om aan te klagen. Worden. En dan moet ik voor de rest eigenlijk niet weten wat er allemaal achter zit. Ik kan alleen wel vaststellen dat als sommige politici letterlijk uit verklaringen van de FATF beginnen voorlezen. Dan begint ergens het vermoeden te komen hè, dat de wind van daar waait. Dat er iets hè? niet klopt. En dat ja, dat er, er, er iets niet klopt. klopt daar ja. zijn Inderdaad. Dus, dus, uh, dus, uh, en ook die... altijd de goede trouw blijven vroeger. Mm -hmm. want, want dat is ook een manier om de discussie stop te zetten, heel vaak, die, die de andere kant gebruikt. Is van, jij bent niet echt geïnteresseerd in mijn antwoord. Jij bent vol kwade trouw en dit en dat. Oké, okay, een andere mag dat zeggen, maar ik kan altijd... Dan ben ik maar de zeeleeuw, degene die, die gespeeld naïef speelt. Maar dat is niet altijd. Ik zeg altijd van, ja, nee, ik heb gewoon wat vragen. En, mm -hmm. okay, je moet er misschien niet op toe, even goed, Maar ik ga aan de anderen niet beschuldigen van, jij wilt niet antwoorden, want je bent een slecht riek of, of dommerik of omgekocht. Dat heeft, dat, heeft, dat heeft weinig zin. Dus ja, hoe, hoe dat boos dat we ook zijn... En natuurlijk, iedereen is soms boos en, en, en dingen... Alleen wel ik door Trof. de verschillende jaren heen kalmer, want oké, okay, mm -hmm. uiteindelijk, Bitcoin heeft het niet slecht gedaan, doet nog altijd niet slecht. Hè? Nee, nee, uh, dus, 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 uh, maar vergeet niet dat in onze maatschappij dat iedereen zich bijna een, 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 een aangevallen minderheid voelt. Hè? En, en dat dat juist het, het, uh, leidt tot heel slecht gedrag bij, bij iedereen. Uh, er zijn ook agressieve bitcoins, laten ja, we ze niet vergeten. Ja, ja, hè. Absoluut. Ja. Uh, dat loopt ook wel rond in onze community. Hè. Uh, 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 en ik vind 100%. dat we. En daar, en daar, dat is ook een opmerking naar mezelf toe. Hè. Er is nog veel verbeterwerk van, van slichterikken of, of bad actors uit de eigen community. Hey, Alleen bijvoorbeeld. Zie, de man die het gedaan heeft, zijn Sam Bankman Fried. En hij was trouwens ook geen grote Bitcoiner, denk ik. Nee, nee, nee daar uh, maar... heb Je een Bankman... eigen opinie over. Uh, uh, well, uh, ja, ja. Ik vind dat een aanval op uh, Bitcoin geweest. Ja, ja, ja voilà, voilà. Ja. Maar wederom, hè, de verschillende manieren. Hè. Mm. Zelfs uh, we weten allemaal wat hem gedaan heeft en wie dat hem gesponsord heeft en door wie hij misschien gesponsord wordt, whatever. Mm. Uh, maar goed, um... Dan denk ik achteraf van, ja, had ik daar meer kunnen doen um, en, en hij trekt het zich natuurlijk niet aan, hij, is de, hij, is de, nee, nee. De, hij ligt er absoluut niet van wakker. Maar iets dat ik me dan afvraag is, had ik toen destijds meer kunnen tweeten over, over SBF? Of mijn gevoelens ja, wel... Aan een, je, moet, je moet er eerlijk in zijn, op die moment was, vond ik het niet altijd slecht, hè. Dat er meer aandacht kwam uh, voor het hele ding. Ik hmm. vond het niet slecht. Ik dacht: van ja, oké, okay, uh, als het al zo in die regionen zit, dan gaat dat misschien Bitcoin in Amerika of aan, crypto algemeen uh, niet, niet, uh, uh, niet direct verboden worden enzovoort. Maar, dat, dat, maar achteraf gezien kun je natuurlijk stellen: van ja, hoeveel jaren vertraging heeft SBF uiteindelijk het uh, het ecosysteem uh, hmm. uh, bezorgt. Een andere ding, op een ander niveau. Ja, is natuurlijk. Wat, jaren, waar, denk ik. Ja, wat, ja, wat Musk heeft dingen. gedaan. Kijk, ik ben, ik ben fan van Musk, maar. Hmm. Uh, allee, mijn liefde is niet blind. In die zin dat. Uh, hij, heeft het, hij heeft ook dingen gedaan met Bitcoin die. Uh, hij heeft het is vastgepakt, rondgestrooid, eh, dat naar boven, naar omlaag getrokken. Eh. Ja, Eigenlijk gewoon omdat hij dat op een heel magnetisch. Uh, ja, ja, ja maar, maar dat was gewoon he mijn, mijn analyse. Als je kijkt wat hij met de cijfers van Tesla heeft gedaan, heeft de cijfers er wel heel mooi door kunnen, kunnen, kunnen boosten. Eh. Dus hij is dan ja. ook radicaal van: oké, okay, uh, Tesla moet die, die, die winstcijfers kunnen voorleggen. Uh, okay, want zonder je dat Bitcoin avontuur, denk ik dat, dat is dat die kwartaal toch verlieslatend was, hè? Dus mm -hmm. hij zegt gewoon van wat kan ik hier nog doen om uh, ah ik heb iets gevonden, dus, hè, we gaan eens iets leuk doen. Ik noem het geen pump-en-dump-en-dingen, maar ja, hij is een, dus ja dat, is, dat is een zakenman die, die nog altijd in eerste plaats aan zijn bedrijven denkt. En die ook wel, ik heb hem genuanceerd, die, die ook wel goede dingen heeft gedaan enzovoort. Absoluut, hè? ja. Dan kun je weer even vragen, zo, zo van die toestanden komt dan, uw, komt dan uw bitcoin ten goede, of niet, of was het ook een soort van stress is, de muskperiode, de musk-infatuation. De, de Musk um, Allee, ja, dat zijn allemaal dingen om met om, om nuance naar, naar te kijken. voilà. Ja, uh, ik ga even misschien daar heel kort nog iets over zeggen. Ja. Uh, ik, ik denk, ja, Elon Musk is een beetje een wildcard. Die kan die man moeilijk inschatten. Uh, ik heb ja. daar ook zelf uh, alle emoties al over gehad. Helemaal ja. in het begin vond ik dat een absolute kwal. Uh, toen ja. hij uh, met Paypal en zo bezig was en toen ja, hij ja. eerst in het nieuws kwam. En dan, uh, daarna vond ik eigenlijk dat hij zijn ideeën wel begon waar te maken. Die fabrieken ja. gingen open. Je zag ook effectief Tesla's eruit rollen en hier uh, beginnen ja. rondrijden. Uh, hij heeft ook met die. Ja, de raketten en noem het maar op. Dus ik, ik heb daar heel mixed feelings over. Waar je. Ja, wat hij met bitcoin heeft gedaan. Ik denk niet dat er binnen de bitcoin community nog heel veel mensen die als een bitcoiner aanzien. Nee nee, Nee, Elon Musk is een Musker. Ik denk dat de... De... Hele, 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 hele ja, alles dan ondergeschikt is en dat is ja. tof als die aan de kant van bitcoin staat. Ja, ja. En dat is niet tof. Dus je weet wat hij er dan hebt, of, of niet aan hebt, of, of misschien weet je dat je het niet. Ik denk wel dat er heel weinig bij die man is dat, dat onvoorspelbare dat dat berekend is. In die zin dat. Het hmm. ding dat je wel heel goed nadenkt over zijn uitspraken. En een van de manieren om maatschappelijke kritiek te. te, te allee, om er van uit te geraken, is door je een beetje de, als de nacht Allee, die, die, die mopjes die je post op zijn account. die vaak ja, van. Uh, niet, is, allee, ja, ik kan er ook nog wel mee lachen vaak. Ja. Dat is vaak van een veertienjarige niveau. Hè? Ja. Maar dat is ook een beetje om, om, om angst weg te nemen, denk ik. Dat mensen zeggen van. oh goh, ja. Hè. Uh, eigenlijk is dat ook maar de mens he, met, he, ja. met, met, met flauwe mopjes, en ja. is die nou allemaal normaal? Maar ik denk niet dat die helemaal normaal is. <laughs> nee, nee. ik denk niet dat die nee. ja. En ik denk dat die momenten van spontaniteit, en ik zeg ook niet dat hij, dat hij, dat hij, dat hij niet gelooft wat hij vertelt, op het moment dat hij het vertelt, uh, allee, ik denk dat dat ook allemaal wel heel, ge heel geregisseerd is. En, maar het is boeiend. En, en, mm -hmm. en, en ja, hij werkt natuurlijk ook als een rode lap op een stier van, van al wie stats, uh, de, allee, die stads. die, 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 die denkt gelijk de statist. Eh? Mm -hmm. uh, voor hen is dat natuurlijk ik de wel, uh, duivel, hè? Dat is ik een duivel. Dat vind daar wel het leuke aan. Uh, ja, 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 ja. Strol denk... is hem oh. zeker geslaagd. <laughs> ja. ik, ik ben zelf geen al te grote fan van het statisme in Albanië. Nee, 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 nee. Correct, zal ik dan maar zeggen. Dus het statisme op zich. Maar ja, als bitcoiner kan je dat ook moeilijk zijn. Want ja, niks anders. Ze proberen zichzelf continu in stand te houden op een ja, of andere manier. In Elke macht probeert macht ja. te houden. Ja. Maar uh, daarover gesproken. We gaan even een ander onderwerp aansnijden. Een onderwerp dat toch vaak in mijn mailbox terechtkomt en ik veronderstel ook af en toe op Twitter opduikt. De vraag: van ja, je hebt wel een Bitcoin-podcast, maar je moet het eens hebben over hoe cash ik uit? Dat is dan zo de hele algemene vraag die Belgen ja, ja, ja. dat stellen. Nu, meestal, ja, ik kan daar zelf niet op antwoorden. Ze zeggen dat dan heel simpel: hoe cash ik uit? En met uitcashen bedoelen ze eigenlijk van ja, ik wil hier Bitcoin, ik geloof er eigenlijk niet echt in. Want anders zou je het niet verkopen natuurlijk, of ik heb het geld nodig, of welke reden dan ook. Um, en dan zeggen ze: ik ga hier x aantal bitcoin nemen en ik wil het eigenlijk omzetten naar euro's. Mm -hmm. Nu, ja, daar komt dan de hele malle molen aan te passen van: uh, ben je EML eh, KYC helemaal in orde? Um, kan je aan je bitcoins? Want dat is dan meestal de eerste vraag uh, eh, als dat op een exchange zit. Ja. Is dat niet altijd zo simpel om het zacht uit te drukken? Mm -hmm. Mm -hmm. Maar stel dat ze die zelf die hebben zelf op een hardware wallet, laat ons niet ja, maar zeggen. Ja. Uh, wat zijn dan de eerste stappen die je in het algemeen zou kunnen zeggen? Ik weet dat er daar regels rond zijn, maar vooral ja. iemand die dat perfect in orde wil doen, uh, en, en voor alle duidelijkheid, dus niet in uh, shady manieren, maar gewoon... Nee, want dat uh, helpt niks. En dat helpt ook niks, want uh, ja, wanneer je in de reguliere fiat-wereld-economie zit, uh, zijn er zoveel ogen op je gericht... Dat je denk ik toch heel moeilijk kan foefelen. Um, ja. Misschien kan dat wel, ik zou het niet weten, maar ja, de risico's zijn er ook. En waarom? Hmm. Hmm. Ja, nee. Uh, als wat we even doen, Wat zijn de ja, eerste stappen? Ja. ja, wel. Uh, om, om nog even daarvoor in te gaan, dus wie de Bitcoin uh, wie, wie, wie uitcasht. Um... Uh, ik zou zeggen, als ze inderdaad niet meer terugkeren, is het is er inderdaad iets dat gebeurt. Bijvoorbeeld de geldige reden om uit te cashen. Ik spreek uit ervaring. Is als er, als er kleine kinderen komen... Mm het -hmm. worden... is, 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 is eerder dat soort... Um, als mensen uitcashen, of Bitcoin-believers uitcashen, heeft dat meestal een heel concrete reden. En uiteindelijk dient je die een bitcoin er ook voor. Hè? Als ik... Uh, als ik ho, uh, ben de grootste daar misschien die er bestaat. Uh, dus dus uh, daarom <laughs> laat ik dat aan anderen over... Uh, om, 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 om het, om, om het reden en dergelijke te doen. Uh, maar, als, maar als de nood er is, of, of je kunt het gebruiken... Allee, ja, ik, vind, ik vind dat nuttige redenen. Uh, en echt uitcashen van er niet in geloven, dat zijn inderdaad dat mensen die de markt definitief de rug toe ja. toekeren. Maar we hebben mensen die bijvoorbeeld ook zeggen van ja, nu, nu, nu zit bitcoin meer in een, uh, in een dal. Ik zie dat dat twee, drie jaar... Ik wil ondertussen mijn geld voor iets anders beleggen. Uh, Fair enough. Hè. Dus, dus, ja. allez, het, is niet, ja, het hangt er vanaf wat je met uitkastje bedoelt. Er, te, er kunnen allerlei redenen zijn. En uiteindelijk, is dat niet, niet, uiteindelijk is dat ook, ook als adviseur niet, niet mijn zaak. Hè, om, 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 allez, ik moet wel weten waar het naartoe gaat om de beste mm -hmm. piste voor de mensen te, te bepalen. Hè, maar waarom ze, allez, dus ik zie vooral, als het gaat over uitkastje, dan hebben we het vooral over mensen die, die op een bepaald punt in hun leven staan, inderdaad, hè, dat ze het voor zoiets willen gebruiken. En ik kan al meteen zeggen. Dat is meestal niet een lambo kopen. Hè? Nee, nee. Dat is... Dat gaat meer op, over lange termijn dingen gelijk een netje, en kindjes ja. en uitjes hè? en dat soort zaken. Dus dat is de realiteit. Ja. Dat is de realiteit. Uh, maar als we, als we dan even, even gaan kijken... Je kunt het probleem op, op meerdere manieren... Je kunt het niet heel theoretisch ik doen, maar je kunt ook, inderdaad, en ik vind dat een goede aanpak, het heel praktisch bekijken, hè we gaan het nog praktischer maken. Stel, ik, uh, we gaan voor dat huis. We gaan ineens... Ja. Want dat is ook een heel voorkomen. Ik wil... Het is, het, is, het is tijd. Of ik wil iets groter Of, of ik weet niet wat. Hè. Ik wil een betere woning uh, of een nieuwe woning of whatever. Hè? Dat is een heel concreet heel doel. En ik zit met bitcoins ja, ergens uh, harder, wat beurs, uh, maakt in beginsel uh, niet zoveel uit. Maar de eerste stap is natuurlijk naar deze podcast luisteren. Podcast een luisteren. tweede stap is toch een, uh, een, een advocaat of fiscalist raadplegen, in deze fase zeker. Want wat is het grote voordeel van een, een advocaat specifiek tegenover. Een boekhouder en dergelijke. Het ding is dat uh, ik, als advocaat, ik heb, het, ik heb beroepsgeheim nog. Ik ben van een van de weinige beroepen die dat heeft. Mm -hmm. En dat is heel belangrijk. Voor alle duidelijkheid, ik doe geen strafrecht. Hè, dus ik help niet de, de uh, mensen hun proceeds van weet ik wat uh, uh, terug in de reguliere economie te, te helpen. Of, of okay. Dus dat is zeer, misschien zeer uitzonderlijk als het iets met fiscaliteit te maken heeft. Maar um, dat gaat één zaak zijn op, op al die jaren, misschien maximum. Um, ik doe, allez ja, de mensen die bij mij komen zijn inderdaad mensen met vragen van ik wil, dit, uh, ik wil dit of dat in orde brengen, hoe zit dat en het voordeel van dat beroepsgeheim is dat ik eenmalig de kans heb om gewoon aan de mensen uit te leggen van kijk, dat is een juridische positie mm -hmm. en dat zijn de stappen die nog nodig zijn om het in orde te brengen ja. En dat kan bijvoorbeeld zijn dat er dan voor het verleden nog iets moet gebeuren. Een regularisatie bijvoorbeeld, of dergelijke. Hè? Maar met mij kunnen we dat open bespreken. Ja. En dan laat ik u de keuze. Dan zit op het einde van het gesprek. Dan kunnen mensen zeggen van het interesseert me niet, ik, uh, ik, ik, ik ga wel ja. voor die Hongkong-compagnie ja. en uh, <laughs> verandert <het European. laughs> ja, bon, ja. Dat mogen ze doen. Of ze zeggen, ja, oké. Okay. Maar anders ga ik niet verder. Dus als mensen dan zeggen van, ja, nee, dat interesseert Ik wil het helemaal niet in orde brengen. Gewoon een, een, een quick fix, ja, dan zeg ik ja. Sorry, dat gaat hier niet gaan. Want uh, dat is eigenlijk, denk mijn... ik, de, de bottom line: ja. is er zijn daarvoor geen quick fixes? Het is niet Er zijn zegt, geen quick fixes, nee. dat is al een eerste. Ja. Dus je moet. Dat is iets je moet dat rekenen. ik uh, ook al heb meegekregen ja, ja. van een aantal mensen uit mijn omgeving. Iemand nee. die, en ik gebruik hier fictieve cijfers, uh, 100.000 euro gewoon op zijn uh, grootbankrekening laat storten van het nee. een of andere exchange. Ja, nee. men, uh, men, men ziet dat. Ja, ja dat is serieus, <laughs> kent Maar dus. Dus, uh, nee, maar dus inderdaad. Dus, dus, um, als je, dat kan ik al van begin zeggen, ook om, ook om de verwachtingen wat, uh, want, want als het gaat over eh, die weinige ontevreden klanten, um, dat, kan, dat kan soms. En ik denk vanaf van, van hoe ingewikkeld. En wat de eisen zijn van de banken, komen we direct op terug. Dat is natuurlijk mm -hmm. een heel belangrijk hoofdstuk. Zo niet het belangrijkste. Maar dat kan een jaar duren. Dat kan een jaar duren, sorry. Van, van, ja. van eerste contact tot helemaal in orde. Hè. En daarbij heb ik niet altijd het proces in de hand. Want als je zegt, van ik wil het per se oprekening van een grootbank. Ik zeg niet dat dat onmogelijk is, hè? maar die hebben heel veel tijd nodig, want die werken ook met comité's, en comité's en comité's. Hè? Hm. En dus, dus, je moet realistisch de, de, en, en voor sommige mensen is dat gigantisch stresserend. Hè? Dus, dus, uh, wat, wat ik 100% begrijp, hè? wat ik 100% ja. begrijp, als je die wereld niet kent, uh, en ik kan dan nog zo zeggen van, ja, maar wacht, Kom die Noorden, heb geduld. Uh, nu is het niet de moment, uh, want, want die, die banken zijn ook benaderbaarder op sommige momenten van het jaar dan anderen, hoe ja. crazy het ook mag klinken. Um, ja, en, en ik snap dat ik dan, een, allee, hoe, hoe vaak dat ik het ook zeg, ik, ik snap dat, 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 dat soms een deel van de frustratie dan de adviseur gaat. Maar ik zeg het, ik focus nu heel hard op die, op die weinige gevallen. Hè, maar, maar je moet rekenen, je moet rekenen, je moet erop instellen dat dat, dat dat een jaar kan duren. Natuurlijk, iemand die iets heel eenvoudig. Uh, een heel eenvoudig dossier. Hè? Zoals bijvoorbeeld, uh, ik heb uh, uh, bitcoins gekocht tien jaar geleden. En ik wil nu uitcashen. En die zijn bij één tijd stilgelegen. Er is niks mee gebeurd. Mm -hmm. Dan hebben we natuurlijk moeten verwachten eh, dat dat sneller gaat dan iemand die hevig getrade heeft ja. of, 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 of in allerlei DeFi. Uh, dingen heeft gezeten. Hè? Dat uh, duurt langer. Dat, ja, dat, uh, dat is een vraag het, dat die, ik, uh, die ik daarover uh, heb. Is eigenlijk. Uh, die, uh, ik, ik heb altijd gehoord, een beetje zoals in Duitsland eigenlijk. Waar je als je langer dan één jaar bijvoorbeeld bitcoin ja. op een bepaald adres hebt staan. Ja, dat is makkelijk verifieerbaar op de blockchain natuurlijk. Ja, ja. Um, en je bewijst dat. Dat het dan daar, eh, daar hebben ze dan een tax rule. Dat dat tegen 0% ja. kan uh, uitgekast ja. worden. Om dat ja. woord nu even te gebruiken. In België is er zoiets niet. Toch niet op papier. Nee. Maar in de praktijk wel, heb ik altijd gehoord. Klopt dat, Wel ja, of ja niet? Nee. kom. kom. We direct op terug, okay. uh, maar dan zitten we naar theorie. Ik kom direct terug op de, op dat hoofdstuk, maar ik kan nog eens even zijn stappen. Dus ik, ik uh, dus ik wil uitcashen en ik wil 100.000. Of er koopt het tegenwoordig niet veel vastgoed nee. meer mee, maar dat is weer een <laughs> ander hoofdstuk, hè? Allee, pak 300.000 of, of, of gewoon een stuk van mijn huis financieren. Voila, mijn 100.000 uit die bitcoins. Wat doe ik? Hè? Voorbereiden, contact aanknopen met. Hè? Um, en dan, uh, oké, okay. dan elke bank. Dus ga, je gaat via een bank moeten gaan. Uh, ja, dat is al de eerste stap. Want je weet dat, um, uh, ja, en, en hoe doe je dat uitkastje praktisch? <laughs> Vreemd genoeg houden uh, banken meer van exchanges, van uitkasten via exchanges, hmm. dan uh, als het vooral puur een hardware wallet is. Ja omdat zij het gevoel hebben, hoe bizar dat, dat ook klinkt voor ons die de blockchain gewend zijn, dat ze meer vat hebben op de data die van exchanges komt dan van de blockchain. En dat is heel raar, maar dat is psychologisch zo. Dus de, dus de eerste stap is, zoek u een beurs. En ik ga misschien wel wat namen zeggen, want ik, ik zeg uh, gewoon in volle... On ah ja. Ik ben volledig onafhankelijk, dus ik krijg geen kickbacks van banken. En ja, maar nee, maar soms zouden we willen van wel, ja, we willen van wel maar dat is niet zo. In de, in, als er ooit zoiets is, dan wordt de klant ervan geïnformeerd. Maar ik ben er niet zo gelukkig geweest. Nee, als ik iemand naar ergens gestuurd, dan is dat puur onafhankelijk. Mm -hmm en, uh, en, en uh, dat is wel een heel belangrijke dus, dus ik ga nooit mensen meer naar daar of daar sturen, we zoeken echt de beste oplossing voor, 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 voor een concreet dossier, hè? Mm -hmm. dus goed oké, okay. stap 1 is um, we, gaan, we gaan best, uh, we gaan zeker niet via cash uit cash <laughs> dus uh, nee. via BISC of via een ander decentralized market change en dan 100.000 briefjes cash rondlopen ik denk dat we allemaal willen snappen dat helpt ons geen stap verder, dan maakt het alleen maar erger, dus dat gaan we niet doen hè? We gaan naar een gereputeerde beurs. En daarmee bedoel ik bijvoorbeeld... Wie dat heel vaak wordt gebruikt, is Kraken. Want ja. Kraken zit in Europa. Kraken heeft een banklicentie. Het ja. kan ook lukken via Bitstamp. Dat is iets van de oude tijd, maar die bestaan ja. nog wel. Die bestaat nog, inderdaad. Ja, inderdaad. Maar dus als je bijvoorbeeld... Ik zeg meestal Kraken, maar dat mag ook Coinbase zijn. Allee, een grote gereputeerde beurs. Hè? En dan is stap één, je schrijft je, Dus je, je moet door je, dat verificatieproces, hè, in je eigen naam, niet een doen, geen andere mensen opzetten, mm -hmm. het is van u, dus... Bla, hè, en dan we, de, van, de meeste mensen gaan dat niet doen, maar ik zeg ja. het er toch maar bij. Ik ben niet gegaan. jouw en ik woon niet in de zomerstad. Nee nee nee, 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 nee. Als je wie niks te vrezen heeft, heeft niks te vrezen. Dus je zult er ook mentaal op in... Mm -hmm dat je eventjes gaat moeten uitkleden, hè? Daar kunnen we van. Niet, 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 niet volledig financieel uitkleden, maar we gaan, we gaan, toch met de, we, we gaan nu uit de het make we komen uit de struiken. Vooruit dan maar. Hè? En maar als je dat goed voorbereidt met een goede advocaat fiscalisme bijvoorbeeld, dan hoeft dat allemaal geen probleem te zijn. Dus we gaan naar de gereputeerde beurs, we gaan aan het kraken, we maken er een account en we lopen al die procedure. We zitten in de, in de hogere tier. Hè? Want, uh, voilà. In het beste geval hebben we er al een account, dat helpt ook altijd natuurlijk mm -hmm. wel. Hè? Ja, want als je en daar is, al ja, zeg maar, iets acht jaar klant bent, dat zal een beetje anders zijn dan dat je daar. Uiteraard, ja, dat is, elke, elke uh, bedrijf of organisatie in de keten moet zijn eigen huiswerk maken. Ja. Hè? Maar dat neemt niet weg natuurlijk dat als je al door kraken zijn goedgekeurd en er al die ervoor, hè, dan helpt dat uw dossier ook wel bij andere banken natuurlijk. Zo nozel zijn ze. Maar in principe moet iedereen wel zijn eigen huiswerk maken. Ja? Mm -hmm. Dus je gaat naar de kraken, je schrijft die 100 uh, allez, voor 100.000 euro van Bitcoin dan naar over, En dan is de kans reëel dat kraken al vragen stelt. Maar het goede aan kraken is dat die Bitcoin en blockchain snappen. Yep. Dus als je verhaal is van, ja ik kocht ze tien jaar geleden, die daar op een ledger gestaan, of op een wallet, en ik schrijf ze nu over naar, uh, naar Kraken, en dat klopt, en dan zegt Kraken, oké, okay, ça dat is goed, en je zet die erom in euro's, of in een stablecoin, en dan gelijk, oké, okay, dan zijn we al, step 1, mm -hmm. we, we zijn al een halve voet binnen in het systeem, het is aanhalingstekens, uh, dus we zitten uh, al bij halve, Kraken. Ja? Ja. Zoals je weet, bij kraken of niet, die, die laten alleen overschrijvingen toe, als het over Fiat geld gaat, naar rekeningen die op hun eigen naam staan. Ja. Ja? En daar begint het spel, natuurlijk. Hè? Nu, als jij... En, dat, en dat, is, dat denkt echt af van week tot week, van maand tot maand. Dus dat moeten we ook best vragen op die moment zelf. Als het nu gaat over kleinere bedragen, en wat bedoel ik ermee? Uh, alles is in orde. Hè? We komen direct bij... bij... Ah ja, ja. Wacht, wacht, wacht. Even, even duidelijk neer. Mm -hmm. Kraken gaat kijken naar waar het vandaan komt. Dat dat niet komt uit terrorisme, ja. een, een dark market, uit oprichting, enzovoort. Maar kraken zijn geen fiscalisten. Die gaan niet kijken naar de fiscaliteit. Dat is en blijft uw probleem. Hè? Ja. Dus, we zijn misschien al op eigen houtje tot bij kraken geraakt. Heel goed. Maar daarmee is het helemaal nog geen garantie hè, dat het nu ook fiscaal in orde is. Maar je hebt al wel een heel belangrijke garantie in handen. Of toch al ene die een heeft gezegd, en niet de minste, hè, van oké. Okay, wat ja. deze persoon ook gedaan heeft qua belastingen, het komt in ieder geval niet van dat, dat vandaan. Hè? Maar dat is wel belangrijk, want het zijn twee vragen. Is het, heeft het iets te maken met verboden met echt illegale activiteiten? Dat is stap één, die overleven de meeste Bitcoiners wel. Mm -hmm. Hopelijk, denk ik. Uh, maar dan stap twee is: is het fiscaal in orde? Dat, 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 daar heeft Kraken dus absoluut niks mee te maken. Hè? Dus ze zeggen dat is uw probleem, dat blijft uw probleem. En dat is ook maar correct. Mm -hmm. um, Oké, okay, dan gaan we. Je staat het, ah ja, tussen haakjes, maar op dat moment stonden we wel op de radar natuurlijk. Dus een bankgeheim hebben we al niet echt in nee, België. Is, ook is er niet geweest. Ja. Dus vanaf dat je er klant bent, dan weten je dat die transacties kunnen opgevraagd worden door de fiscus. Dus je zet dan eigenlijk al. Dan heb je geen keuze van het buiten doorzetten. Nee, maar eens dat je dat in gang zet, weet je dat ook. He. Ja, uh, voilà, voila, voilà, effectief voor Ja, ja mag ja. toch. Ik zeg het er toch maar bij. Ja, en dus, ja, dus uh, dan zitten ook. we nu Oké, okay, dan, uh, dan goed. Uh, we kijken het weer heel praktisch. Hè. Dus stel dat. Um, dat het inderdaad gewoon een verhaal is van Bitcoin buy and hold, mm -hmm. en het gaat hier over iemand die heel de tijd in België heeft gewoond, ja, dan gaat dat, ik kom direct tot de volledige theorie, dan gaat dat over vrijgestelde meerwaarde gaan. Hè? Ja. Dus, um, oké, okay. wat kunnen we dan al doen met ons geld? Ah, je kunt een rekening openen bij sommige online banken, maar niet bij een Belgische bank. hè. Het, en hier ga ik geen namen noemen, omdat dat echt wisselt van week tot week. En dan kun je het best, uh, allee, het is niet mijn favoriete website, maar Reddit of zo raadplegen, mm -hmm. of weet ik wat, of bel mij, weet, weet ik het. Hè? Maar als je bijvoorbeeld zegt van, ik wil uh, allee, een uitgave doen van 10.000 of 20.000 alvast, hè, dan opende een rekening bij, bij een online bank, bijvoorbeeld Revolut. Ik noem ze als voorbeeld, mm -hmm. want ze zijn niet altijd even crypto-vriendelijk. Maar Revolut weet wel en wie ik ook al gehoord, ja, ja? Revolut weet wie kraken is. Hè? En als u vooral bij kraken klopt, maar weer al. Revolut houdt zich niet bezig met fiscaliteit. Schrijfde jij meer over dan? Ah ja, en even terug. Um, ah ja, er is een legende in de community, maar ik denk dat die al wel weggedemsterd is. Dat, je onder de, oh, dat onderschrijvingen onder de 10.000 veilig zijn. En dan zitten van die stimmer 9.900. Nee, ja. dat, is, dat, is dus, dat is dus niet zo. Dat is dus niet zo. Uh, en vanaf 1 euro kan men al een alarmbellen duwen. Hè. En moet men dat ook intern? Dus um, ik zeg gewoon, praktisch gesproken, stel dat je weet, je weet dat alles fiscaal in orde is. Ik zou er dan toch nog altijd een papiertje van vragen aan een fiscalist of advocaat. Dat hoeft ook niet veel te kosten als dat gewoon het verhaal is. Um, en je wilt er al. De delen van gebruiken, dan kun je binnen bepaalde uh, grenzen dat via zo'n online bank, zo'n neobank doen. Gelukkig Revolut, maar er zijn er nog andere punken, ja. 26 en zo. Je hebt van alles. Maar dat is een limiet natuurlijk. Ga daar... Waarom een Belgische bank? Want ik zou zeggen, ik open uh, de handen, ja, een wel, andere grootbank voor het uh, eerst, het, het, het ding is, het ding is, het ding is, bij Belgische banken, op dit moment, hè, bij Belgische grootbanken in ieder geval, is het probleem vandaag, dat je nooit... Wel, van, ik heb u net gezegd dat het vanaf de eerste euro al, al moet. Oh. Hè? En dus, zie, ik kom met de cliënten vaak in paniek bij mij. En dat gaat over heel kleine overschrijvingen, hè? die ze gewoon hebben gedaan. Maar echt, van hè, 100 euro hier, 200 euro de volgende maand. Hè? Waar dat dan een hele vragenlijst en dergelijke voor uh, uh, op, op hun dak krijgen. Maar echt, tot in wow. het absurde, ja. hè, waarbij men alles wilt weten. Uh, dat soort onnozelheden, sorry, ik vind dat onnozelheden, want dat gaat echt over niks. Zeker als het dan nog eens van kraken komt of van dingen. Hè, mm -hmm. dat, dat, dat wil ik de mensen besparen. En momenteel is dat bij de, allee, bijna alle Belgische banken nog, nog het geval. Hè, dat je dat soort dingen kunt krijgen. Dus je zou... In... Nu, het kan, hè, Het kan. Uh, uh, allee, uh, het is mij ook al met succes gelukt om via een groot bankrekening kleine bedragen te doen. Maar soms werkt het gewoon niet, of soms is het geld... allee, dat is ja. gewoon onbetrouwbaar. Ja? Um, en dan heb ik, dan, als je dan zoiets pakt, en, en ja, dus, dan, dan stonden we eigenlijk al vrij ver, maar goed, we wouden dat huis, mm -hmm. we wouden niet een chacoche kopen, we wouden niet een nieuwe hi-fi installatie, of weet ik wat, we wouden een huis. Hè? Mm -hmm. En dus, zelfs al hadden we het tot op dit moment uitgesteld, dus ik raad aan om alles in één keer in orde te brengen, maar goed, uh, we hebben het uitgesteld op dit moment, we stellen vast, ja, voor die 100.000 dat, dat blijft een probleem, hè? Uh, als, ik het naar Kraken stuur, uh, sorry, als ik het bijvoorbeeld naar een Revolut stuur, dan gaan die ook hun, hun vragen sowieso stellen. Hè? Dus laten we er nu maar eens aan beginnen. Ja? En dan komen, hè, we zijn 50 minuten in de podcast, we komen tot de kern van de zaak. Mm -hmm. Hoe zit het nu met die, met die Belgische fiscaliteit? Wel, die Belgische fiscaliteit is in al die jaren, al dat bitcoin bestaat en nog veel ervoor, nooit veranderd. Hè? Dat betekent dat voor bitcoin en voor andere crypto, als het gaat over meerwaarde concreet, DeFi is een apart hoofdstuk, mm -hmm. maar als het gaat over meerwaarde, dan kunnen die voor privé-investeerders in drie mogelijke regimes vallen. Altijd al geweest, always has been, zoals in de meme. Uh, ofwel, professioneel, maar dan is ze echt een trader geweest. Mm -hmm. Nu, voor de meeste mensen moeten ze zich daar geen zorgen over maken, maar ik krijg de speciaal gevallen, dus soms is het bij mij wel een zorg, hè. Als het professioneel is, ja, dan zit het diep in de problemen, want dan uh, hebben we het over volledige belasting, eh, tot 50% in de personenbelasting, okay. net als een beroepsinkomen. Als het gaat over iets van meerdere jaren, dan praten we waarschijnlijk... Dat is eigenlijk dan zwartwerken en zelfstandigen. Eh, want, okay. Ja, geen waar dingen. Dan komen er nog sociale bijdragen bij. Enfin, dat is een ramp. Dus vanaf dat mensen vrezen... Dat is in die professionele categorie te komen, te komen is mijn raad. Richt zo snel mogelijk een vennootschap op. En dan zien we verder. Ik kan misschien nog niet alles oplossen voor het verleden. Maar blijf alsjeblieft niet uh, treden onder uw privénaam in België. Dat is gewoon crazy. Ja? Mm -hmm. um, goed, maar dat is dus theorie voor de meeste mensen. Ja. Dan komen we op dat fantastische onderscheid. Dus we hebben, zoals je zelf zei, in Duitsland is er een duidelijke regel van een jaar. En in België hebben we dat, uh, dat verschil, als het over meerwaarde gaat. Je hebt het eigenlijk over het verschil tussen vrijgestelde meerwaarde. Oké. Okay. En meerwaarde, dit is een helemaal fonds, als speculatief aanzien worden. En dus daarom belast in de categorie van de diverse inkomsten. In de volksmond direct afgekort: het speculatieve meerwaarde, belast dan 33%. Mm -hmm. En vrijgestelde, belast dan 0%. Ja, wel kort gezegd, vrijgesteld betekent gewoon niet belast. Hè? Ja. En, en, en de diverse inkomsten zijn breder dan enkel speculatieve. En zeker bij DeFi krijgen we er vaak mee te maken. Mm -hmm. Maar. Uh, als het over meerwaarde gaat, even het concreet over de speculatieve meerwaarde. Ja? Oké, okay, dat is duidelijk. Dus, vrijgestelde speculatie. Ja, oké, wat nu? Daar zijn we fit mee. Oké, okay, oké. Okay. Um, er is dan. Um, uh, ik kom direct tot de juiste criteria. Er is dan, in, uh, zo pakt, vier, vijf, zes, zeven jaar geleden. Heel veel onduidelijkheid gecreëerd door de Rolling Commissie. Omdat er niks anders was voor de duidelijkheid, gingen mensen naar de rulingcommissie. Ja. En de Rolling Commissie had een extreem streng standpunt, waarbij men ervan uitging dat meerwaarden als, als, als van, van, van crypto of van bitcoin um, per definitie speculatief waren en dat slechts. Zeer uitzonderlijk dat ze misschien ooit eens gingen zeggen dat iets vrijgesteld was. Ja, zoals die ze hebben dat ook... uit 2018 daar. Ja, 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 ja. Zit ja, 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 ja. Ja, ja. is ja. nog niet zo lang geleden. Nee. En, 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 en dan hebben ze ook gezegd. Um... Ja, uh, dus, dus dat was een, een super streng standpunt. En hebben de kranten dat ook gebracht: van Fiscus mm -hmm. opent jacht op Bitcoin-beleggers. Ja. Ja, dus dat was ja, een heel streng, dat heel, streng, de, heel streng standpunt. Dan hebben ze ook een vragenlijst gemaakt, die er nog altijd op staat. Wel dat die een lang weg zou moeten zijn, want ze ja, volgen hem zelf al niet meer. Er ja. staat een vragenlijst, als je die leest, dan krijg je een depressie. Heb <laughs> je ja. die ooit in de... gelezen? In, uh, nee. Ja, wel, dan, dat dan ik... krijg je een depressie of je nee. in het geld. Dus <laughs> ze hebben dat ooit gemaakt, dat is rondgestuurd als een draft en dan een van de geraadpleegde fiscalisten, ik noem geen namen, maar wel zeggen dat ik het niet was, mm -hmm. die heeft die lijst eigenlijk gelekt. Uh, ik weet niet voor media aandacht of de dergelijke, voordat hij eigenlijk af was. En dan ze vond de commissie er niet beter op dan die maar te publiceren. Hè? En nu staat hij er nog altijd. Maar dat is een domme lijst. Want ja. er staat sorry, hè, met alle respect, ja, maar die staan bijvoorbeeld op. Gebruikte een hardware wallet. Ja. En dan zouden ja. denken dat ja. een hardware wallet net uit op niet speculeren, want, want ja. dat is, betekent het voor lange termijn bijhouden. Nee, maar daar leden zij dan weer het af dat professioneel of dergelijke cool. zou zijn. Kortom, ja, er stond ook heel iets rare op. Van heb je een website of een blog ja. over bitcoin ja, ja, ja. Uh, en dan werd je ja, ja, heb je ooit uh, die, uh... Die, ja, voilà Dus, dus die, 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 lijst, die lijst verfrommelt je, gooit je weg. Want zelfs de holdingcommissie zelf volgt die niet meer. Uh, maar goed, dat heeft een heel, in de ene een hele tijd heel veel uh, uh, drama gecreëerd in de community, eh? mm -hmm. uh, maar uh, wel ter dat licht. ik en, en ondertussen waren er ook al, al andere eh, hebben gezegd van ja, maar dat klopt niet, eh? ik bedoel dat, uh, als de voorwaarden vervuld zijn, uh, want, want, wij zeiden van pakt een bedrijf dat uh, in crypto belegt, gelijk MicroStrategy, uh, heet het daar, micro uh, dat... ja, Microstrategy. Ja. hè? Eh? En dus, als ik een, een aandeel van dat bedrijf koop, en ik hou er tien jaar bij, en ik verkoop het, en de, de onderliggend iets er dan in bitcoin, dan is dat vrijgesteld. Maar als ik een bitcoin-extract koop, dan niet. Allee, dat kan niet, dat is niet mm -hmm. eerlijk, en dat is ook niet eerlijk. Uh, en dat is dan bevestigd door Cassatie, pas op, uh, soms uh, behoorlijk progressief, alhoewel, uh, eigenlijk zeggen ze gewoon dat de, dat de wet van toepassing was. Hè? Cassatie mm -hmm. heeft in 18... Um, dus, het is mercuriale aan de opening van het gerechtelijk jaar. En bij cassatie betekent dat dat een van hun beste juristen mag dan, uh, mag dan een, um, uh, een topje kiezen naar keuze en daar ze licht over laten schijnen. En daar is dus uh, advocaat-generaal Henkens, die ik voor de rest niet ken en die mij ook niet betaalt, hè, mm -hmm. maar die wel naar mij verwijst in zijn opinie. Dus dat streelt wel cool. mijn, mijn juridisch ja. ego natuurlijk. Uh, niet alleen aan mij, maar toch ook aan mij, En <laughs> zegt hem van, nee, kijk, uh, 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 hij zegt niet, de rollingcommissie commissie is fout, want dat is dan weer veel te aanvallend, hoewel, daar hebben we wel wat kritiek op uit, maar hij zegt, nee, nee, die juristen hebben gelijk, hè? dus als de voorwaarden vervuld zijn, en het enige verschil is bij wijze van spreken, dat iemand in crypto heeft belicht uh, in plaats van in aandelen, maar voor de rest is het net hetzelfde. En die in aandelen heeft belicht, deze meerwaarde zouden zijn vrijgesteld. Ah wel, dan is dat bij crypto ook het geval. Joepie. Mm -hmm. ja. En de rulingcommissie Commissie heeft in, ten, ten, ten zijn standpunt uh, allee, is, 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 is soepeler en soepeler beginnen te worden. Um, voor, dus bijvoorbeeld dat buy and hold verhaal, ik denk dat dat bij de rulingcommissie Commissie zou passeren, maar toch beveel ik niet altijd aan om, om, om daar langs te gaan. Kunnen we straks nog op terugkomen. Mm -hmm. um, en, uh, ja, en, 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 moment, en dan, en dan uh, in het begin van corona, een soort cadeau of zo, okay, heeft de fiscus een, 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 een documentatiemap uh, gepubliceerd. Dat oh. is dus een, een opleidingsmap voor de eigen ambtenaren, maar iedereen mag die raadplegen. En daarin staat, heel droge, laconiek, gewoon verwijzingen naar werken waarin dat dus staat dat het ook perfect vrijgesteld kan zijn. Hè? Dus één, ja. één boomman, we zijn een uur in, maar we hebben toch wel ja. één boomman kunnen, kunnen elimineren. Hè? Dus dat het altijd speculatief zal zijn, is niet waar. Hè? Ja. Dat en dus komt het neer ja, voilà. dus dan, dus dan komt het neer op, 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 op case by case oké, okay. ook... Duitsland dat... ja, ja, zeg maar Zeg maar voor, sir, maar het is ook zo dat, dat ik vind dat de politiek dat probleem ook wel eens mag oplossen uh, uw wetten moet ja, maar wilde Wilde dat? Ja. Wil, wil dat echt wel want ik weet, als ik met een uitleg klaar ben, dan zul je eigenlijk zien dat het vrij gunstig is <laughs> okay. en ik vrees dat mensen die vragen om meer duidelijkheid eh? ja. be careful eh? what you ja, wish for, want die ik denk is, dat het ja. nooit meer zo, zo gunstig zal zijn als <laughs> nee, vandaag het hè? zal nooit hè? niet dan nog soepeler worden uh, nee, voor nee, dat denk ik niet, dat pas op Pas op ja. met, met die vraag om duidelijkheid. Dat is altijd heel dubbel. Ja, dat is um, dus, okay, we, dus we gaan. Hola, <laughs> hola. Uh, voilà, voilà. <laughs> dus dus uh, in Duitsland is een heel duidelijke regel: een jaar bijhouden en daarna is het vrijgesteld. Dat is echt tot op de seconde in Duitsland, zoals mm -hmm. de Duitsers zijn. Uh, dus, dus ja, dus, soms kan een seconde verschil uh, echt verschil maken. Tussen vrijstelling of niet. In België hebben we die regel niet. En dan, en dan uh, als je terug die vragen vragenlijst. Die, die we eigenlijk gingen vergeten. maar ik, ik haal hem terug even uit de vuilnisbak. en ik ontfrommel hem. Mm -hmm. uh, die van de rulingcommissie. Een van de grote dealbrekers. waar mensen zich gigantisch zorgen over maken. is van de frequentie van de transacties. Nu, als jij op een online exchange hebt gehandeld. en jij kocht één Bitcoin. en, en je vraagt dan je transacties op bij die exchange. Hè, mm -hmm. uh, dan gaat je zien dat je een één Bitcoin niet als 1 bitcoin er nu werd verkocht, maar dat die in schijfjes, in een fractie van een seconde, hè, ja. wordt, wordt, worden 10 of 20 of 25 schijfjes hè, samengesteld tot 1 bitcoin en gaat uw order door. Ja? In België, dus in Duitsland zien ze dat als aparte transacties. In Duitsland zien ze dat als apart om een van de redenen. Ja, ja. Maar in België en in de meeste landen, gelukkig, zien men dat nog altijd als één transactie. Want dan verwijs ik naar de gewone aandelenbeurs. En dan zie ik, meneer de controleur, stel dat die mentaal een probleem van maakt. En de controleur, meneer de controleur of mevrouw de, de controleur, kijkt, uh, als ik op een beurs. Uh, dat orde had uitgevoerd, met aandelen. Dan was er ook in schijfjes ingevuld. Alleen als ik dan daar de transacties op vraag. krijg ik alleen het, gewone, het overzicht. Hè, van mm -hmm. wat dat één handeling is. En bij die Bitcoinbeurzen kunnen tot in dergelijk detail gaan. Hè, dat daar heel veel transacties lijken. maar dat is eigenlijk maar één. Oké, okay, oef. Mensen al, al iets opgeluchter adem. Uh, maar wat is dan, wat is dan die, uh, die, uh, die, veel, die. die veel transacties? Mm -hmm. well, dat is weer al. weet je, dat kan gaan om. Een paar per maand, een paar per week. Nu, vanaf dat je er weer te veel mee bezig bent, dan gaan we weer zeggen dat het te beroep is. Hè? Dus dat is niet goed. Ja, ja, als en je geen criteria... transacties ja, doet, ja. zal dat misschien anders ja, worden ja. Het, het gebruik van andermans geld. Maar nu komen we tot de, tot de, tot de klo. Hè? Wat de fysicus jou niet vertelt, maar wat we dat wel zo is in de rechtspraak is dat men in... Dat artikel is heel oud. Hè? Dat dateert al van voor Bitcoin. Dat zie je ook al in het artikel. Maar dat betekent wel dat de fiscus, al sinds de, of de rechtspraak liever, de rechtbanken, hebben sinds de jaren zestig de tijd gehad om dat te verfijnen. En wat de rechtbanken zeggen over speculatie, dat is waar we ons naar moeten richten, de fiscus ook. De rechtbank zegt dat voor speculatie moet u richten op hoeveel risico een persoon nam op het moment dat hij de investering deed. De aankoop, dus... Ja? ja? Wat de fiscus vaak doet, is zich achteraf opstellen. En ze gaan zeggen van, ha, meneer, zoveel winst, zoveel meerwaarde, dat zal dan toch wel speculatief zijn. Het kan niet dat je, dat je zoveel hebt gehaald zonder veel risico te nemen. Maar dat is de verkeerde redenering. Je moet terugdraaien naar het begin en zeggen van, kijk, op die, perso die persoon in januari 18, 17, 16, whatever, op dat moment, toen die erin stapte, nam die een overmatig risico, rekening houdend met, het, met, met alle feiten en omstandigheden. Ja. Hier komt een element oneerlijkheid, want als je zegt van iemand had al veel, hè? Ja, klopt. iemand was al miljonair en hij besluit 100.000 in die Bitcoin te steken, jaren geleden, en hij houdt daarbij tot vandaag, dan zegt men, ah ja, maar voor hem was dat niet zo'n risico, want hij had nog 900.000 in andere dingen steken. Mm -hmm. En dan komen we weer tot die rollencommissie, die, 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 die vind ik het helemaal oneerlijk maakt, die zeggen van ja. Um, als uh, uw investeringen... Want die kijken dan weer naar het eindplaatje, wat dat verkeerd is. Als dat meer dan 25% van je uw, van uw totaalvermogen uitmaakt, is dan is dat een speculant. Nou, Daar ga ik helemaal niet mee akkoord. Nee, nee. Hè? dat uh, lijkt me die... nee, 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 nee. En wel ja, dat is inderdaad heel oneerlijk. Dat is inderdaad heel oneerlijk. En, en dat, is, dat is een... Uh, dus waar al miljonair en dingen en oh ja, maar dan, dan is het vrijgesteld. En voor wie het, dus daarom ben ik niet zo'n fan. Ik weet niet of ze het nu nog zeggen, maar vorig jaar zeiden ze het zeker nog. Hè. Het is eigenlijk een manier voor de Rolingcommissie. Onder ons gezicht. Of, hè, ik weet wel dat de podcast uh, meer luisteraars heeft. En, mm -hmm. Ik hoop het toch, dan we twee. Maar onder ons gezicht, het is een manier voor de Rolingcommissie. Om dat gewoon niet te behandelen, omdat ze dan weten dat je het gewoon afbodt en dan moeten zij het niet oplossen. Wat ze ook vaak doen bij de commissie is ook een beetje gemakzuchtig, vind ik. Hè? Dat ze zeggen van: ja, maar kijk, een rolling kunnen we niet geven, maar komt gewoon naar het loket hiernaast. Dat zijn juist dezelfde mensen, gewoon een ander loket. Uh, dat is het contactpunt regularisaties. En dan hebben we gewoon ja, 30%, 40%, 5%, whatever. Maar je moet niet nadenken, gewoon betalen en dan krijg je van onze papiertje, en dat is ook wel goed. Ja, ja, dat jongens. vind ik nu niet ja, maar de, zo n... Maar op het moment ja. dat je er staat, dan staat het er wel. En dan ja. voel je toch wel lichtjes gedwongen. Dus dat is niet... Maar ook het gelijkheidsbeginsel ja, wordt dan Ja, ja, uh, voilà. Boven, enfin, sowieso. Ja. Nu, voor sommige mensen gaat, die, gaat een, een ruling of een regularisatie wel een goede oplossing zijn. Daarom heb ik het over dat je altijd naar een concreet dossier moet kijken. Mm -hmm. Voor sommige mensen is het misschien wel een goede oplossing. Uh, maar onvoorbereid, want er zijn mensen die gewoon zo even op de rulingcommissie bellen. van hey, hallo. ja, die hey, hallo gesprekken lopen meestal fout af. Dus, dus, uh, dus dat moeten dat moet we wel uh, uh, mee rekening houden. Maar ja. dit gezicht zijn, het is case by case, dus soms kan het wel een goed idee zijn. die regularisatie. Uh, loopt uh, eind dit jaar in principe af. Of die echt afloopt, dat is nog maar de vraag. Ik, en, ik, en andere, ik ben niet alleen, er zijn nog andere mensen, maar we hmm. vragen ons af of het dan wel echt gedaan is, want de overheid heeft altijd geld nodig. Hè. Maar in principe zijn die regularisaties gedaan eind dit jaar. Dus moesten we dan toch iets hebben gezegd van, oeh, dat voelt niet goed aan? of... Dan, toch, dan is het echt wel zeer hoog tijd om, om, om er nog naar te kijken. Nu goed, maar voor de meeste mensen zal dat niet de way to go zijn. Dan is het ook niet nodig. Dus, ah, um, okay. kort gezegd, dus we gaan, dus, dus, er, dan gaan we naar de fiscalist of we doen dit allemaal zelf. Tuurlijk, hoe meer. De, dus we, zijn nu, we waren bij kraken. Nee, we klopt. hadden al een manier gevonden om de chakosh te kopen. Nee. Hey? En we waren, we waren ook fiscaal in orde, of uh, misschien twijfelen we daar nog aan, of weet ik wat. Dan is het moment om uw huiswerk zelf te maken, of naar uh, alle fiscalistische advocaat in de arm te nemen. Um, hoe meer de mensen, in tegenstelling tot wat sommigen misschien denken: ik kijk niet op de, dat ding moet gebeuren en ik kan dat, en ik kan het ook heel snel. Uh, maar dus alles in kaart brengen, hoe meer dat jij op voorhand doet, eh, hoe blijer deze fiscalist toch is. Misschien ja, er zitten vissen, zet een legertje logisch. medewerkers op. Uh, nu, ik ben niet. Alleen, alleen in die zin dat als het nodig is, dat ik ook met andere professionals samenwerk. Hè? Maar hoe meer dat je doet op voorhand, hoe beter voorbereid, hoe beter dat het wordt. Ja. Hè? En je ja, weet ook zelf best een een het beste wat je waard hebt. Normaal exact, sowieso. is Het is altijd een wisselwerking dat je dat dan ja. doet. Dus je gaat naar de advocaat-fiscalis. Nu, als het geval heel simpel is, en we gaan nu even op de simpele gevallen focussen, dat een hold verhaal, en we willen. Uh, in België een huis kopen of een appartement of whatever. Oké. Okay. Dan gaat de fiscalist samen met u uh, in kaart brengen, maar dan wel alles. En dat is het werk waar veel mensen voor terugdijzen, maar mm -hmm. de loop der jaren echt, als mensen zeggen van oh, hè, Thomas of Meester Spaas uh, zal we dat zijn dingen, maar maakt het niet uit. Dat, dat, dat is ondoombaar. Ik begin er gewoon niet aan te Wat is ondoombaar? Mm -hmm. uh, dan beginnen we er toch aan. Dus je moet... En dat is sowieso een tip voor iedereen. En ook voor wie er nu aan begint, misschien de meest nuttige tip: hè? Um, hou alle data bij. Download geregeld, als je op beurzen ja, je tenminste actief bent. Ja. Download je transactiegeschiedenis. Jij moet altijd de meester van je data blijven. De slechtste positie is dat anderen je data hebben en jij niet. Of, dat andere, of nog een de anderen een deeltje van je data hebben en jij hebt niks. Want dan. Als de fiscus dan langskomt en dergelijke, dan vertellen die het verhaal. En dan moet ik jij bewijzen dat het niet waar is. Mm -hmm. Op het moment dat ik, waarover ik ja. nu bezig ben, zijn wij onze case aan het bouwen en aan, en aan het ondersteunen enzovoort. Dus blijf meester van je data altijd. Ook beurzen gaan ten onder. Hè? Mm. Uh, FTX nog recent. Hè? En dan is het altijd een pain in die proverbial neck, zal ik dat maar ja. zeggen. Om, om, om daar nog iets aan te krijgen. Dus blijf meester. Niet alleen van je coins, maar ook van je data. Superbelangrijk. Ja? Uh, en dus dat dan kan ik brief... alleen maar uh, bij ja. Ik heb zelf ja. ook. Ik zit er ook al een tijd in. Uh, ik heb heel vroeger ook wel uh, rare exchanges uh, bezocht. Ah, wel, ja. uh, die zijn dan ter ziele gegaan. En ja, met de beste wil van de wereld. Ja. zou daar de data niet meer van kunnen uh, Nee, nee. Maar, maar die, dat komt dus ook geregeld voor, de ze bij een holders zijn, dan zeg ik altijd: van Kijk, een klein gat in de data dat gaat u vergeven worden. Hè? Je weet toch nog minstens wat erin ging en wat eruit kwam. Hè? Dat, ja. is, dat, is, uh, dat is dingen. Hè? Uh, dat je op dit, maar Hoe langer dat je ermee wacht, hoe minder dat u dat wordt vergeven. Het is niet dat de tijd er in uw voordeel speelt, want nu kan men ook nog makkelijk terugvinden dat. Oh ja, FTX, hoe zat dat ook weer? Als die ons vertelt dat het er niet meer is, klopt dat wel? Oh ja, dat klopt, want dit en dit en dit en dit. Als je nu nog moet, moet uitleggen ja. wat dat. BTER, bestond dat ooit? Wat dat dat is en wat dat was, dat is een lastige. Dat is een lastige. Dus uh, hoe, hoe rapper dat je eraan begint, hoe beter. En, een ander ding is van, je hebt mensen die gewoon zo, en dat heeft ook met emoties te maken, en, en dat gevoel van ik ben opgejaagd wild en dit en dat, hè, uh, die er niet aan durven beginnen, en, dan begin ik meestal zo, en zeg ik van kijk, we gaan een schilderij van u maken, een mooi schilderij, een mooi portret. En we beginnen met de, met de, met de potloodtekeningen te maken. Hè? Eerst die schetsen. En dat betekent dat we gewoon gaan kijken wat dat je had op het einde van ieder jaar. Hè? Mm -hmm. Je weet toch wat dat je nu hebt? Ja, ik weet wat ik nu heb. Als ze dat niet weten, dan is het helemaal erg natuurlijk. Dan, dan, dat kan ik niet weten. Dus wat, 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 ja. dat ze, nu, wat dat ze nu hebben, dat weten de meeste mensen dan wel. En dan gaan we kijken, oké, okay, wat had op het einde van vorig jaar. Ah, maar dat weet ik ook nog, dat was dat. En dat stond daar. En dan gaan we een jaar terug, en dan gaan we een jaar terug, zover als dat we kunnen. Bij sommigen is dat all the way back. Dus mm -hmm. bij sommigen lopen vast op een gegeven moment. Maar dan hebben we toch al die pijldata, en dan gaan we die details proberen in te vullen. En dat is dan natuurlijk de kracht van blockchain. Hè? Als, ze, als ze veel via onchain en dergelijke, oké, okay, dan vinden we dat allemaal terug. Uh, dan zijn er beurzen, dan zijn er dingen. Um, maar kijk, hoe langer dat je er... Dus zelfs als ze er vandaag niet van plan om uit te cashen, je hoort met een tip al aankomen. Hè? Ja, Gratis aan. tip, want ik verdien daar niets aan, integendeel, tegendeel. Ik bespaar mezelf werk. Hè? Nee, maar uh, begin uw data alsjeblieft uh, te downloaden. Doet dat nu. Dat kan dus heel lang duren. Hè? Dat is al, als ik zeg dat het een jaar duurt, hier gaan we, als te zeggen dat mensen al alles hebben, wat, wat dus ook gebeurt. Hè? Pak 50% heeft al alles. En 50% de, de tussencategorie is heel klein. Dus ofwel hebben mensen alles al, ofwel hebben ze niks. En dan moeten, moeten we van begin af beginnen. Hè? Uh, maar dus begin eraan, wees meester van uw data. Dat je dat toch al kunt aantonen. Oké, okay. dus dat is de data verzameling. Nu. Kraken. Waarom heeft kraken ons al goedgekeurd zonder dat ze dat al wisten? Ah, oké, okay. omdat die natuurlijk een risicoanalyse maken. Hè? En, en, en kijken hoe plausibel je verhaal is. Dus die controle van, van kraken gaat niet zo diep als dat we nu zijn aan het gaan. Maar oké, okay, we hebben het ook over het uitkastje van het geheel. Dus we doen het, we doen het zo volledig mogelijk. Kleine gaten worden vergeven. Ja, als je zegt van, ja, ik ben, ben tussen uh, 16 en 18 naar 3 miljoen euro gegaan, ik weet niet meer hoe. Hm. Ja, dan heb ik ook wel vragen, natuurlijk. Mm -hmm. Dan heb ik ook wel vragen. Ja, en, uh, dus maar zo ja. extreem komt, kom, er komt daar Dat komt bedien, niet ja. voor. Dus voilà. Dus we gaan dan... Ja, wat ook dan vaak heel betant is... Ah, ik heb ook nog voor andere mensen belicht onder mijn account. Ja, ja, ja. Dan moeten we dat er ook nog eens uithalen. En op weer een maand gaat voorbij. Ja, sorry, maar het is wat het is. Hè? Dan, we, okay, dan hebben we alle data en dan maak ik een fiscale analyse. Okay. En dan komt de grote schrik van de mensen. Ik zal nog eens even het verhaal versimpelen. Jullie hebben nu, iedereen heeft nu het verhaal gehoord van, van de speculatie moet gerelativeerd worden. Ik kan nu aan de hand van, 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 een, van een concreet verhaaltje aanduiden wat dat, wat dat betekent. Dus we nemen het jaar, pakt een boljaar. Is dat zeven, pakt 17? Is 17 een nee. goed jaar of een hypejaar? Ik ja, denk het wel, hè? Ik het wel. Ja, oké. Okay. Dus we pakken 17 bijvoorbeeld. Hè? En we gaan dan zeggen, of je kunt ook 20 pakken, maar ik bon, pak nu even 17. Um, zeggen, ah ja, ik ga een versimpeld verhaal. Ik ben er ingestapt op 1 januari met 1000 euro aan cash. Ik heb heel de tijd, ik heb redelijk intens getraind. Ook in, uh, ik heb gezondigd, hè? In, de, in, de, in, de, in het biechthokje. Hè? Ik ben ook in altcoins mm -hmm. actief geweest. Ik luister mijn zoon, hè? Uh, dus uh, dus uh, ik ben ook in, een, en op het einde van het jaar heb ik 100.000 terug in cash. Hè? Dus ik heb heel het jaar doorgehandeld en op het einde van het jaar terug helemaal in cash gegaan. Mm -hmm. 1000 erin, 100.000 eruit, verschil is 99. Ik heb niet naar deze podcast geluisterd. Ik denk nog altijd dat het speculatief is. Dus een derde, dus 33 procent had ik gezegd. Dus een derde van 99 is uh, 33.000 zeker. Hè? Ja. ja. Uh, en dat is wat ik aan de belasting ga moeten betalen. En bovendien, dat dus weet ik niet hoe lang geleden, en ik heb dat toen niet gedaan en ik zit te diep in de shit. En, uh, <laughs> en voilà. Eh, dat, is, dat, is, dat is zo het rampscenario waar sommigen mee binnenkomen. Dan zeg ik van, wow, kalm, kalm. <laughs> Wilt u wat koffie drinken ja, of wat thee? Almere, Kruidenthee ja. misschien, dan, op dat moment, grapje. Ja. <laughs> Red Bull kunnen ze ook... Je kunt bij mij, kunnen kunnen ook Red Bull krijgen bij mensen. Ja, goed man. om weten. <laughs> ja, voilà. <laughs> dus, we gaan even even kijken. Dan zeg ik van, ja, kijk... Um, Ten eerste, dit is heel dat speculatieverhaal dat is niet zo clear cut. Hè? Ik zeg: van kijk, zijn er coins? Het gaat over die 1000 euro. Wat, wat stel je dat voor in uw vermogen? Ah, oh, ik had nog 20, 30.000 op een spaarrekening staan. Ah, oh, ja, maar ja, dus dat is geen, die eerste duizend is geen overmatig risico. Hè? Mm -hmm. Iets anders is, echter, want dit is iets dat we in Tectoxine hebben gezien in 17. In het begin van het jaar stijgen ze van 1 naar 30, 40. Ja? Mm -hmm. En daarvan kunnen we nog zeggen, dat is geen speculatie, dat was experimenteren met een goed ding, maar enfin, dat mag een goede huisvader nog doen. En dan, uh, dan ging dat door een dal, maar eind de zomer van 17 begon dat terug aan te trekken, om dan een gigantische, ja, echt, een zeep, mm -hmm. echt letterlijke zeebel te worden, ja, tegen nee, letterlijk geen Amerikaanse, maar dus, echt, maar dus een, een waarlijke zeebelt te worden tegen het eind van het jaar, hè. Iemand die dan zegt van, Jok, kijk, ik had toen al iets van een 50-60 rustig opgebouwd, en ik heb toen all-in gegaan op Ethereum, mm -hmm. het satan, ja. de duivel, en, en all-in gegaan, en ja. zo, ben ik, zo ben ik van 50 naar 100 gegaan, en ik ben net op tijd uh, uitgekeerd en de beurzen gingen toen net nog niet plat, en daar denk ik dat verhuurd, en dan zeg ik, ja, maar meneer, oké, okay. Het de eerste deel van het jaar, kunnen we nog zeggen, je moet de transactie per transactie bekijken, dat dat goede huisvader was, maar dat tweede deel, kom aan. dat was riskant en als je een seconde later had verkocht en had het niks gehad... Allee, voelt dat nu bij jezelf, het vaderlijke, voel je dat nu zelf niet een beetje, hè, dat het een beetje speculatie is? Ja, ik denk ook ja, dat je het vooral wel. niet met een straight face kunt blijven. Ja, ja, ja dat wel ja, is dus een goede huisvader, ik ja, je ja, dat, Wel ja, op dat moment natuurlijk, hmm. op dat moment zeg je van, ja, oké, okay, nee, eigenlijk, voilà, hè. Uh, de, de, ik heb daar, de meeste mensen hebben er ook psychologisch vrede mee als mm -hmm. dat de prijs is van de... Maar dat is dus al niet op de volledige... Dat is al niet op de volledige 99, hè, dus dan hebben we het nog maar over 50. Oké, okay, maar dan gaan we verder kijken. Dan gaan we verder kijken, want... Uh, dus de eerste regel is dat elke transactie telt. Niet alleen als je omzet naar euro, want dan moet ik ook mensen vaak naar kou en douche geven, maar dat wordt weer opgelost later. Hè, dus Het is een vooral mijn ups en downs hier. Uh, elke omzetting, van, ook van crypto naar crypto, is, kan... Kan belastbaar zijn. Maar ik hoop dat iedereen het begrijpt. Mm -hmm. Kan belastbaar zijn, wil niet zeggen dat het belast is, maar je moet u bij elke transactie om afvragen: is dit belastbaar of niet? En zo ja, welke tarieven moet ik dat berekenen? Enzovoort. Ja? Dat is het werk dat ik samen met de mensen doe. Dus we gaan er mm -hmm. al hun trades en we gaan er een open aan de kant zetten. Bijvoorbeeld, je hebt de korte termijn winsten die puur zijn uh, door omzetting even naar stablecoin en naar iets anders. Je had A. Je B, maar je is even via C gegaan, omdat mm -hmm. je niet rechtstreeks A, B kon doen. Je moest even via C. En je hebt dan een kleine meerwaarde gerealiseerd. Ja, dat is echt een voorbeeld van een toevallige, maar niet speculatieve meerwaarde. Ja. Je, dat, je, dat was nooit de bedoeling, maar in de stijgende In een stablecoin bijvoorbeeld... Heel Stazen, even, ja, voor een dag euro. of voor een seconde, ja. of zelfs voor een uur, maar ja, dat kan fluctueren. Dus dat is al niet... Dat is korte termijn. Dat is misschien zelfs frequent, maar dat telt niet als speculatief. Hopla, dat gaat eruit. Eh? Ja... Um, en zo verwijderen we een hoop totdat we, over, totdat we overblijven op, nee, dat is mijn special sauce hè. Dat, is de, dat, is de, dat is de speciale dus we, we, halen, we gaan met een cam door al die meerwaarden en dan blijven we meestal zitten ja, op een kern van, van als ze getraind hebben, dit is niet meer buy and hold hè. voor nee, alle duidelijkheid is het duidelijk. al over actiever zijn hè. en dan blijft het over met een kern van transacties die speculatief is, maar nu komt het hoe moeten we onze winst gaan, gaan, gaan berekenen en zo'n sweatbook zegt daar niks over en dan zijn er verschillende methoden, die misschien sommigen die boekhouden of voorraadbeheer kennen, wel, wel, wel vertrouwd mee zullen zijn. Je hebt LIFO en FIFO bijvoorbeeld. Ja. LIFO betekent last coin in is the first coin out. Dus als je in december uh, een Ethereum verkoopt, uh, dan is de vraag: is dat. En je, je hebt heel het jaar door een, 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 een variabele voorraad en Ether liggen. Hè? Als je in december een Ether verkoopt, is dat degene die je in november hebt aangekocht? Mm -hmm. Of is het degene van januari die nog wel in uw inventaris zit? Uh, in een stijgende markt maakt dat een enorm verschil ja. uit voor de meerwaarde. Dus we gaan bijna altijd. Ik heb nog niet meegemaakt dat we een andere waarderingsmethode kozen. Maar we gaan bijna altijd voor LIFO. Want dat gaat uw factuur ook, fameus, enfin, beperken meestal in een stijgende markt. Ja. Enige nadeel is, alleen nadeel. Uh, als je voor een waarderingsmethode hebt gekozen, moeten ze dan wel in de toekomst altijd zo toepassen. Ah, ja, nu logisch. zeg ik, ik doe ja. tien jaar LIFO, en nu gaan we even FIFO ja, ja. doen. Ja. Dat is foefolare, dat doen we dus niet. Hè. Bijna altijd is FIFO... Uh, bijna altijd is, is LIFO, last in, first out, is, is het beste. Hè. Ja, Blijf me um, het beste. Ja, 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 dus zo doen we dat. Nu, je hebt pakketten, en ik gebruik die pakketten ook, hè, uh, waarmee dat je je taksen kunt berekenen. Gekende uh, websites zijn bijvoorbeeld... Uh, Cointracking.info ja. Goed noteren, ik zal dat ook even het niet, ja, Ik word er ja. weer al niet door gesponsord Maar ik zal het zeggen Cointracking.info is de oudste ja? Ja. Die maken de grafiekjes die bankiers graag zien Dat is eigenlijk de belangrijkste reden Om ze vandaag te gebruiken uh, want dat is, ja, die mensen doen wel hun best om, om alles te updaten, maar je ziet dat die in Decentralized en in, in DeFi niet zo goed mee zijn. Mm -hmm. ja? Daarvoor gebruiken we dan andere uh, websites, zoals debank.com, of in het Nederlands is dat debank.com, want uh, ze bedoelen <laughs> dus debank. Debank.com, uh, en je hebt, je hebt er nog andere. Eigenlijk, ieder jaar is er weer andere, maar het finale resultaat van al die dingen, daarvoor gebruik ik wel CoinTracking.info. En hebt er dan nog andere die een rapper zijn rond, rond cointracking.info, zoals Blockpit en andere? Maar goed, uh, ik uh, bij mij. Voor de duidelijkheid voor de mensen, uh, dat ja. het is eigenlijk software of een service uh, die wordt aangeboden. Dat is de website, uh, om, ja. Om dus betalende websites te ook, aan te. om die kunt, exchanges in uw logs te ja, gaan. Ja, ja, ja. ja dan kunnen uw data. En daar help ik de mensen dus ook yeah. bij, voor alle duidelijkheid. Hè, want het is niet altijd duidelijk een ding en, en een groot deel. Niet mijn favoriete, wat moet gebeuren, hè, ja. is de mensen helpen de data erin te krijgen. Ja. Um, en, en daar komt het dan finaal terecht. Hè. Nu zullen er uh, meerdere wegen naar misschien naar sommige andere dingen. Hiervan weet ik dat het, dat het bewijsmateriaal wordt aanvaard door banken en fiscus. Hè. Maar die laten ook, bijvoorbeeld als ik het heb over traden of zo, die kunnen heel visueel je tradingfrequentie laten zien. Hoe lang je een coin hebt aangehouden. En dan kan ik vaak op zicht zeggen, uh, als de data juist erin staat, natuurlijk: van ah, oké, okay, ik, ik heb het tot op dat niveau van ervaring gedreven dat als ik de wow, mensen ja. hun coins zie dan kan ik er al meestal wel een prijs op, op plakken die, die meestal wel, wel, wel correct is. Hè? Dus met die liefde, met die dingen, met het feit dat we ook minder jaar minder waarde kunnen aftrekken, want dat is nog zoiets. Hè? als je een slechte tijd hebt gedaan, dus je spec speculatief slecht, maar de aftrekken van speculatief meerwaarde. Hè? Mm -hmm. Dus komt op net op basis. Ah, wel, waar mensen, ik kan heel kort door de bocht, hè, want anders zitten we een heel consultatie apart te doen, wat hm. trouwens ook niet kan, want ieder zijn geval is anders. Ja, ja. Maar waar dat mensen binnenwandelen met de angst van 33.000? Ja, maak er maar gerust een helft van of minder, hè, mm -hmm. als het gewoon trading is. Voor DeFi ga ik... een, dat is een aparte podcast, hè. Ja, inderdaad. Maar dus in dat, borst, is, dat, is de, dat is de... Dat is, dat is, dat is grosse mode wat ik doe. Nu, als we het over 17 hebben, dat is nu al wel een tijd geleden. Mm -hmm. hè. Um, uh, ja, het, lastige, het lastigste is vaak... van, ja, Dus ga op tijd naar een advocaat of fiscalist. Je hebt een jaar tijd om dat aan te geven. Um, Alleen in het beste geval. Hè, dus je moet, je moet de winsten van... Um, het is altijd de winsten van de meerwaarde van vorig jaar. Hè? Dus, en voor particulieren, als ze zonder boekhouder werken, dan is dat in juni hè, dat hun aangifte komt. Ja. Dus je hebt een half jaar tijd om dat te doen, hè? om de winst. Gaat het over het verleden, dan komen we voor veel lastiger situaties te staan. Hè? En dan kan, dan kan een regularisatie um, ja, de oplossing soms zijn. Ja? Mm -hmm. um, er zijn er die dat anders regelen, er zijn er die dat met lokale controle regelen, er zijn er die dat met. Maar, Allee, sowieso, um, het, het is niet de moeite waard om, om, met, dat, uh, om met die vuile onderbroek bij zijn te blijven rondlopen. Hè. Um, als dat over het, hoe rapper dat je erbij bent, hoe meer dat we kunnen doen. Is er ook gesproken van boetes, belastingverhogingen of dergelijke? Maar de fiscus zal altijd milder zijn voor een zondaar die zich spontaan komt aanmelden. Is het via de regularisatiecommissie of is het via een andere mm -hmm. methode? Ik heb u al gezegd dat ja. de meeste van mijn confraters het erover hebben. Maar daar kunnen we het publiek niet te veel over zeggen natuurlijk. Want ja, eigenlijk, eigenlijk is de regularisatie de enige, de enige mogelijkheid. Hè. Um, maar goed, mm -hmm. um, het is beter. De fiscus zal altijd milder zijn voor iemand die zich spontaan komt namelden en in orde zitten dan als je er moeten moet uittalen uh, enzovoort. Ja? Ja, dat is dan oké, okay, uh, dus, dus eens een rapportje gemaakt, nu en vanaf nu wordt het ook, gaat het ook rapper en, en wordt het eenvoudiger. Nou, dan heb je alle data ik... mooi bij elkaar. Dan hebben we alle ja. data. Dan heb je ook in handen een papier. Dat papier wordt dus ofwel gemaakt door de Rolingcommissie, ofwel door mensen zoals mezelf. Hè? Mm -hmm. Als ik mijn handtekening eronder zet, finaal, daarvoor heb je betaald, want daar hebben we dan een, een heel veel tijd aan gespendeerd en dingen. Hè? Mm -hmm. Ah ja, qua kostprijs, dat is misschien toch niet slecht, om, om er ineens realistisch... Dingen. Wat kost dat nu? Ja. Denk af van de complexiteit van het dossier, maar uh, moet rekenen enkele duizenden euro's, slechts zelden meer dan vijf of zes. Uh, dat kan gebeuren, maar allez, bij ja. een goede, denk er vanaf hoe dat de, anders is anders georganiseerd. Bij mij is elke factuur is op voorhand aangekondigd en besproken, zodat het dan nooit een koude douche vormt. Maar dat is een, dat is een idee van het, van het budget. Daar hou ik ook mijn uren voorbij. En, maar meestal de mensen zitten erbij terwijl ik het ben aan toon. Zeker als ik het zelf in cointracking ik ben aan het steken. Ja, ja. Dus het is meestal wel vrij duidelijk enzovoort. Dan zijn we daar. Oké, okay, nu hebben we een paspoort voor ons vermogen. Hè? Nu kunnen we, dan zijn onze opties. Um, nu kunnen we. Ofwel gaan we dan. En dat is wat ik. Uh, Denk er vanaf over hoeveel geld het gaat. Hè? En hoe dringend het is, de uitkassen of wat de mensen hun plannen zijn. Ofwel gaan we dan naar een gespecialiseerde bank in crypto. No, okay. Hier ga ik weer geen namen noemen, mm -hmm. maar dat zal geen Belgische bank zijn, nee, dat dacht ik al. Maar wel een gereputeerde buitenlandse bank. Mm -hmm. Die zegt ah, Meester Spaas, he, ze kennen mij er al uh, ondertussen. Uh, Oké, okay, laat maar door. Laat al die documentatie maar komen. En als het in orde is, kun je het daar stallen. En vanaf dan zit het in het systeem eigenlijk. ja? ja. Als je daar... Maar dan, 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 dan zeg ik voor de meeste mensen. Ja, maar het verhaal stopt hier. Hè? Het, is te zeggen, het is te zeggen. Ik wil nog veel voor u doen, ook in de toekomst. Hè? Misschien vragen rond andere zaken. Zijn er erfenissen dat misschien later in hun leven? Of weet ik het? Um, eigenlijk zit ze nu safe. Hè? Je zit erin. Maar dan komt het ding. Uh, kunnen er meer ervoor zijn. Ofwel omdat ze dat huis in België willen kopen via. En, de, de, de... Je komt dan toch. Of, of, maar ik zeg het, daar moeten we misschien psychologisch wat vanaf... Veel mensen hebben het gevoel dat het enkel veilig is als het bij een Belgische bank staat. En liefst nog die van achter de... Hmm. Ja, ik heb eere, is... ja, ik heb eerder... Het ja, ik weet ik. Ik weet het. Maar klant is koning en Gof. ik oordeel ook niet. Oké, okay. als dat is wat ze willen, dan doen we dat. Mm -hmm. hè? Maar dan is het al een groot pak van hun hart. Hoop ik denk ik, dat het toch al bij een bank ergens staat, hè, als ze per se een bank willen. Mm -hmm. uh, en dan gaan we met Belgische banken onderhandelen. Welke zijn goeie, welke zijn slechte? Wel, die grootbanken, er zijn er ja, hier ga ik dingen, maar dat moeten we maar pellen. dan zeg ik het wel, of, of de record. Maar er zijn er die absolute meiden zijn, ja. en er zijn er die in het beste geval zo, ja, van we keuren het niet af, maar je gaat ook nooit van ons zwart op wit krijgen dat het goed is. Mm. Allee, zet het er maar op en uh, ja, oké. Okay. Ja. We safe. weten het, zo gezegd. Ja, we, ja, ja, we, we weten orde, het, we maar we weten het niet en we kunnen nooit... Ah, ja. enfin, Ik ben daar niet zo'n grote fan van. En ik zit te wachten op de eerste Belgische grootbank die officieel zegt kom maar even als het in orde is. Ik denk dat die ook het veel punten plantjes... zouden winnen op die manier. Ja, maar, maar dat is ja, bereikbaar. Bon, blijkbaar blijkbaar uh, dat is nog, dat is nog utopisch. En dan heb je ook, en dat gaat dan over grotere dingen, dat gaat dan over... over Soms zijn er uh, private banks, maar soms die naar sommige dossiers uh, individueel willen kijken. Maar die lopen daar zeker niet mee te koop. Ja. Hè? Maar dat kan voor sommige mensen een, uh, een, uh, een oplossing zijn. Wat, waar het al is fout gelopen, bijvoorbeeld. Nu, maar, ik zeg het, maar verder dat je Belgische bank erbij haalt. Als ik tip over die dossiers die lang duren. Sorry, ja. maar dan is dat bijna altijd dat, dat, dat reden. Dus dan is dat comité's en comité's. Maar het kan en ik bied het aan. En er zijn confraters die zeggen dat het nooit kan. Uh, er is zelfs zo'n boekje: van bankies van mijn zeer gerespecteerde uh, con con collega's, confraters van, van Tulink mm -hmm. daar. Hè. Uh, ik ben iets optimistischer dan zij. Uh, hè, want dat zij ze van: uh, het gaat nooit lukken. of weet ik. Dus ik ben iets optimistischer in: het kan wel bij Belgische banken. Ik doe het elke dag. Bij... Nee, niet elke dag, want ik zeg het, het duurt lang en dingen. Hè. Mm -hmm. Maar um, om, het, ja. het, kan dus, het, kan, het kan wel. Het kan wel. Uh, maar stel u erop in dat het lang kan duren. En weet ook dat, wat mij betreft, als fiscalist, de keer dat het in orde is, is het in orde. Als je een, een, een buitenlandse bankrekening is ook een bankrekening. En als je er alles mee kunt doen en het is niet te duur, zie ik eigenlijk geen reden. En, en eigenlijk is dat een manier ook om Belgische banken misschien op te voeden: ja. dat ze hun policy best zouden veranderen. Zie ik, eigenlijk geen Belgische, zie ik eigenlijk geen reden om nog Belgische banken te gebruiken. Uh, want daar hebben, dus als het misliep, hebben we de drama's gezien van ja, iemand die dus wou doen wat ik net had verteld. Ja. En hij had dat dringend nodig om een appartement te kopen of een aanbetaling van te doen. En ik zeg: betaalt dat gewoon van deftige, deftige buitenlandse bank X. Dus het ging niet over Revolut of dergelijke, maar deftige bank X. En je moet echt dat niet bij je thuis gaan zitten. En wat doet hem op eigen houtje? En schrijven het toch over ah, ja. naar, zijn, ja. naar zijn Belgische grootbankrekening. En dan is dat maanden geblokkeerd. En, en hij heeft het geld wel teruggekregen, maar. Uh, ja, die kans, was, die kans was jammer genoeg verkeken. Hè? Mm -hmm. Hij heeft mij dat niet verweten, hè? want ik ja, hij heeft zelf het risico genomen. Maar dan, ja, maar, ja maar dat, is, dat zijn dus de drama's die we, die we, nog, die we nog kunnen zien. Hè? En dus. Um, uh, ja, ik ken zo zelf in de ja. omgeving ook een paar verhalen. En inderdaad, de, de fout die men soms in naïviteit maakt, is gewoon ja. iets uitkassen en gewoon overschrijven naar. Ja, dat is dus het ding. En dat is dus. In, in, een, in een notendop, um, um, ja, voor, 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 voor... Dus wat moeten we er nu van aantouwen? Um, fiscalist, advocaat, sorry voor het cliché, sorry voor de zelfpromotie, maar beter vroeg dan laat, mm -hmm. denk ik dat de ene stap is. Uh, de tweede stap is, zelfs al is het nu nog geen tijd om uit te cashen, het is zeker tijd om al uw data te verzamelen. Oké, okay, duidelijk. Sowieso. Hè? Um, dan, de derde les is, uh, dat misschien raar genoeg, maar als je wilt uit... Maar op dat moment ze de... Best al, best al heel traject met die advocaat of dingen doorlopen, dat, dat je dan best uitcasht via bijvoorbeeld een kraken. Hè? Dat dat voor kleine bedragen en als alles fiscaal in orde is, dat je dat perfect kan doen met zo'n uh, online bank. Mm -hmm. Genre Revolut soms, maar braadpleeg redit, want soms schieten die weer in de kramp en dan kan het weer wel, dan kan het weer niet. Als het over grotere dingen gaat, maar als je je huiswerk al hebt gemaakt voordat je naar Kraken ging, is dat geen probleem, hè? Mm -hmm. dan gaat het redelijk vlot, als alles in orde is, bij buitenlandse banken. En gaat het over Belgische banken, moeten in het ergste geval toch, uh, toch een jaar rekenen. Pas op, maar daar heb ik nu al wel bij gerekend, wat ik nu net al allemaal heb ja. verteld, inzamelen ja. van de data enzovoort. Ja. Um, dat, is een, dat, is een, dat is een klein beetje een noodlop, ik wil nog een paar dingen doe maar, doe maar. Uh, toch melden, want zelfs als wij niet um, dus, je van, en, en er zullen we nog meer zijn, maar ik wil nu niet uitkashen enzovoort waarom zou ik dat allemaal doen? terechte vraag, want er zijn leukere dingen om je mee bezig te houden, wel, wat ik verwacht want dat is al gebeurd eigenlijk is dat elke bitcoinbeleger of cryptobeleger waar ze iets aan info over hebben, de fiscus dan, dus de fiscus momenteel is heel hard op haar gemak omdat hij ervan uitgaat dat banken hè, harde zondaars tussen komen brengen met een strikje er rond. Mm -hmm. Dus dat Belgische banken gaan zeggen, uh, ja, uh, dat kunnen we pas aanvaarden, dat geld. Of, jij hebt van alles via ons rekening gedaan, hè, dat is reactief, dat is nog erger. Hè. Ga maar eerst langs de fiscus een papiertje halen. Nou, dan kom ik ook nog altijd ter sprake als fiscalist-advocaat, maar dan ben ik al puin aan het ruimen. Hè? Mm -hmm. dus, ja. Maar de fiscus rekent er dus op dat de banken uh, eigenlijk alles naar hen doorstuurt hè? en dan gaan zij eens even belasting heffen enzovoort. Hè? Um, dus niet actief op jacht. Maar, maar een ander ding dat kan gebeuren, en al is gebeurd, hè, is dat sommige cryptobeleggers, ik heb het altijd voorspeld, en vorig jaar was het zover, uh, een brief krijgen. We hebben gezien dat je op beurs X zo lang actief bent geweest, je hebt wel wat meerwaarde, kunnen je daar eens wat meer over vertellen, wat zijn al uw bitcoin holdings um, de brief die we allemaal vrezen, maar die is ooit gaat komen, mm -hmm. en dat is ook wel een reden om heel goed voorbereid te zijn. Ja? Um, daarbij zal de fiscus natuurlijk eerst op zoek gaan naar makkelijke prooien, hè? mensen die niks voorbereid hebben, en dan gaan ze die ook een brief sturen van, kijk, uh, meneer, kunnen we kunnen het als professioneel belasten, ik heb u net gezegd dat dat pure theorie is in de meeste gevallen, maar dat is wel wel de stok achter de deur. Hè? Ja. Dus wees blij dat we maar 33% hebben. Ja, zo, en dan zitten we wel in dat... En, ja, ja. Dus ja. Om... En, dan, en dan veel mensen die gaan in paniek schieten en dat gewoon betalen om er af te zijn. Hè? Maar uh, ja, dan hebben ze geld afgegeven, maar weinig zekerheid gekocht. Want de fiscus heeft ook geen grondig onderzoek gedaan. En ga je dan met die brief... Je denkt dan van, ah, oh, 33, het zal dan wel goed zijn zeker voor de bank. Mm -hmm. gaat daar dan mee naar de bank en de bank gaat zeggen... Uh, ja, uh, goed, je uh, hebt u daar uh, 33 betaald, maar wie zegt dat dat niet meer was? Er is nooit een 30 onderzoek gebeurd, dan zijn we terug bij af. Hè? Dus dat is de. Dat is de... Allee, ik ben geen, die, die, geen advocaat die mensen met doomscenario's naar een bepaald product wil dwingen, hè? Mm -hmm. maar dat is wel een realistisch uh, uh, scenario. Dat dus, ik weet nu wel niet meer welke beurs het precies was, maar die brieven, dus een deel van mijn cliënten, hebben die vorig jaar gekregen. Maar alles was in orde, natuurlijk, want ze hadden het mij ingehuurd. Mm -hmm. en, uh, en dan gewoon op antwoorden, en dan was de kous af. En dan, ja. dan zijn ze nog makkelijker prooien gegaan, uh, enzovoort, enzovoort. Dus... We hebben nu anderhalf uur, denk ik. Ik denk dat uh, voor de eerste dingen wel, 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 wel veel, veel op kunnen vertellen. Ja, het is er is heel veel, veel informatie, meer te vertellen. Maar vooral ook, uh, ik, ik vind het super trouwens dat je dit verhaal eventjes hebt geschetst. in dit Ja, met alle plezier. Want uh, heel veel mensen hebben daar onzekerheden over. Ook omdat er ja, heel veel die verhalen de ronde doen. Uh, en, en dingen die half kloppen of, of helemaal niet kloppen. En ja, dat is een beetje ook de reden waarom dat ik zei misschien moet daar wat meer duidelijkheid over komen. Omdat er... Uh, maar die, ja, dat is een hele dubbele, natuurlijk. Meer duidelijkheid betekent. Ja, dat, dat kan de ook. De uh, meer duidelijkheid in België betekent, dat spijtig genoeg, meer duidelijkheid <laughs> dat er meer belasting moet worden ja. betaald. <laughs> en niet noodzakelijk meer juridische duidelijkheid. Nog. Dus, uh, nee, uh, uh, ik, mijn, de, de plicht roept mij weer. Ja. Uh, dus ik ga afscheid moeten nemen voorlopig, maar ik denk dat er zeker nog materiaal in zit, zonder dwang, ja, uh, voor een volgende. Mensen kunnen me bereiken via Twitter, thomas underscore, Spaas, of via de website. Consista.com met een Y of met een I. Con, con, mm -hmm. Consista.com. Uh, er komt een nieuwe brand vanaf januari normaal gezien. Uh, maar google gewoon om en Spaas en ga er mij vinden. En uh, een eerste gesprek van 10 minuten gewoon dat ding dat is gratis. Hè? En dan daarna uh, voilà, daar heb ik ook al een beetje de sluier gelicht van, van hoe het verder gaat, wat de tarieven zijn en dit en dat. Niet elk dossier uh, duurt een jaar, moet ik de mensen ook al... Uh, ik zeg het, worst case, als het heel ingewikkeld is, uh, en bij een Belgische bank het eindproduct, dan kan dat gebeuren. Uh, meestal is het sneller. Uh, maar aarzel niet om uw vragen dan, uh, dan te stellen, voilà. Oké. Okay. Um... Ik wil u enorm hard bedanken om deze uitleg te doen, want het is uh, ten eerste al moeilijk om mensen uh, voor de micro te krijgen voor een Bitcoin-podcast in België. Maar ten tweede, um, ja, het is dan ook nog eens heel, heel interessant. Ik heb uh, gefascineerd zitten luisteren, Ik ben ook luisteraar en tegelijkertijd host van deze podcast, want ik heb de podcast gemaakt die ik zelf wil horen. Um... Perfect. En deze info is wel heel duidelijk, denk ik, voor de mensen die je hebt uh, ah, wel, graag geschetst. Gedaan. We gaan hier afronden. Thomas, enorm bedankt. Ik ga de gegevens die je hebt doorgegeven ook nog eens in de show notes zetten, zodat ja. mensen dat ook uh, gewoon kunnen aanklikken of bezoeken. En dan uh, weet iedereen weer uh, wat meer en zijn we allemaal wat wijzer geworden over. Uh, ah, wel. Met, alle plezier, ja. met alle plezier. En ook voor follow-up vragen kunnen we misschien ook nog eens een, een vragenronde doen of zo. Dat gaan we doen. Zullen er zullen wel wat vragen zijn bij de mensen, um, die kunnen ze anoniem stellen natuurlijk. Uh, en dan kunnen we er ook eens nog... Uh, we hebben het nog niet gehad over DeFi. We hebben het nog niet gehad over wat is ik voor anderen heb belegd. Hè? Want dat is ook uh, een heikel punt. En over Vernootschappen, dingen. Hoe doe ik dat als bedrijf? Ken ik facturen? nog stof genoeg. Hè? En als er voldoende interesse is, dan met alle plezier... Uh, kom ik nog eens terug? Super, uh, je bent zeker uh, welkom daarvoor. En we kunnen ook nog over andere dingen praten uh, in de rand. Maar uh, ja. dan zijn we helemaal een paar uur bezig, denk ik. <laughs> Oké, okay. nee, nee, maar perfect. Okay, Dat is ik ga u laten. Ja, je laten. Ja, dankjewel. Goedenavond, Thomas. Bye. Bye.